Toen ik voor het eerst in Spanje was om vastgoed te bekijken. En ik zag wat ze allemaal gingen ontwikkelen de komende jaren. Nederland was ook een beetje verzadigd. Je moest overal overbieden. En toen dacht je, ja, als ik nu in Spanje ga opbouwen, heb ik gewoon een voorsprong op de rest. René Koyman. een ervaren vastgoedinvesteerder die met zijn bedrijf Ultimate Mastermind honderden mensen heeft geholpen om succesvol vastgoed te kopen in Spanje. 200 mensen heb je inmiddels geholpen. Maar de totale waarde aan vastgoed dat is ook wel indrukwekkend getal. Ja, dat is wel flink. Er zitten nu op 50 miljoen. Als ik het verhaal in Spanje. Hoor, zou ik denken, ja, er is ook heel veel aanbod. Neemt de vraag dan nog zoveel harder toe dat jij alsnog zulke waardestijgingen kan zien? Ik zeg meestal reken gewoon op 4-5 procent per jaar. Maar goed, gaan wij reflecteren de afgelopen 20 jaar en dan ga je al over de. Hey, waarom zouden nog zoveel mensen hier ook weer gaan investeren? Mensen denken altijd ik heb de boot gemist. Maar dat is niet zo. Er zijn nog steeds mooie kansen die je kan pakken. En daarom is het ook zo belangrijk om... Spanje is ook het enigste land waar je een financiering kan krijgen als buitenlander. Je moet wel aan bepaalde dingen voldoen. In Malaga dat is super goed voor je rendement. Alleen daar hoor je gewoon dat ze heel erg erop tegen zijn. Dat er zoveel wordt verhuurd. Dat zou ik niet aanraden. Ik zou beginnen bij... Dus dan zou je me zeggen waar staat het in 2026 20 of 2027? Ja, nu denk ik... Investeren in goud duurder dan de aanbetaling van een huis? Niet bij Gold Republic. Hier word je al vanaf 50 euro eigenaar van fysiek edelmetaal. René, jij had vastgoedpanden in Nederland, maar je hebt alles verkocht. Kan je ons meenemen wat er nou precies mis is in Nederland en waarom je dat hebt gedaan? Nou, voor mijzelf uh, heb ik de keuze gemaakt om alles in Spanje te gaan opbouwen. In 2021 uh, was ik voor het eerst in Spanje. En uh, ja, voor, mezelf, voor mijn eigen woning uiteindelijk uh, merkte ik gewoon dat in Nederland steeds meer regels aan het veranderen waren. En dat ik zoiets had van, nu, nu is het tijd, nu zie ik de kans in Spanje om alles in Spanje op te bouwen. Uh, dus eigenlijk heb ik dit jaar pas in 2024 alles verkocht en ben ik alles gaan opbouwen in, uh, in Spanje. Uh, en dat is t, bijna drie jaar geleden is dat begonnen. Netjes. En waarom was dat begonnen? Waarom is dat, hoe, hoe is dat begin gegaan? Nou ja, in 2021, toen ik voor het eerst zeg maar, in Spanje was om, om vastgoed te bekijken. Toen zag ik daar de ontwikkelingen. Uh, er was zoveel werd gebouwd. En natuurlijk, de meeste mensen kennen Marbella Estepona wel van de afgelopen jaren. Um, en ik zag wat ze allemaal gingen ontwikkelen de komende jaren. Dus tot en met 2027 zijn ze gewoon nog steeds bezig. En ik dacht ja, als ik daar nu op inspring, Nederland was ook een beetje verzadigd. Je moest overal overbieden. Um, en daar had ik geen zin meer in. Omdat ik, ik was nog niet zo kapitaalkrachtig om echt uh, heel Nederland over te nemen. En toen dacht ik, ja, als ik nu in Spanje ga opbouwen. Misschien dat ik daar ook wel heen wil uh, verhuizen. Uh, dan heb ik, gewoon, uh, ja, dan ben, heb ik gewoon een voorsprong op de rest. Dus ik ben eigenlijk gewoon die kant op gegaan. Ik heb dat risico genomen. Ja, en je ziet eigenlijk wat er van komt. Maar mijn eerste pand, ja, dan praat je over 190.000 euro. Dat is nu lastig om daar te krijgen. Want ja, alles is steeds duurder aan het worden. En die heb ik ook nog eens gekocht met alleen maar overwaardes vanuit mijn Nederlandse vastgoed. Dus dat is ook weer tactisch heel slim gedaan. Netjes, netjes. En als je dan echt kijkt naar Nederland, je geeft ook aan, het wordt steeds moeilijker, ook met alle regels die erbij komen. Um, het is dan niet onmogelijk, maar wat zorgt er dan voor dat er niet alleen jij, maar ook zoveel andere mensen echt naar Spanje gaan? Nou, ik denk dat Nederland is een geweldig land is. Ja, in Nederland kan je bijvoorbeeld ook heel veel financieren, wat gewoon een heel voordeel is. En dat heb je in Spanje dus niet. Dus qua vastgoed was Nederland perfect altijd. Alleen doordat ze de regels zo erg aan het veranderen zijn. En ik weet niet de exacte details, omdat ik ook niet meer middenin zit, omdat ik toch alles heb verkocht. Uh, zie ik gewoon dat heel veel mensen Nederland een beetje achter zich willen laten. En iets willen gaan opbouwen, of in Spanje of in andere landen. En um, ja, dat is eigenlijk de reden dat wij daar ook uh, volle bak op in zijn gegaan. En van het een komt het, het ander. Kijk, ik ben daar uh, naartoe gegaan voor mezelf. Maar ja, ik liet wel alles zien op de socials. En mensen werden enthousiast van. Die zeiden van hey, ik merk ook Nederland wordt steeds minder interessant. Kan je me daarbij helpen? Dus nu hebben we ja, in twee jaar tijd hebben we meer dan 200 mensen daarbij geholpen om vastgoed te kopen in Spanje. En hebben we daar een heel proces voor uitgerold. En werken we ook met de beste mensen samen in Spanje. Om de klant ook volledig te ontzorgen en uh, in alles te helpen. Ja. En uh, je noemde net allemaal Marbella. Is dat zeg maar enige plek waar je dan ook zit? Of zijn, want er zijn nog meer plekjes eromheen die ook wel interessant ja, kunnen, zijn, Ja, ja toch? dus eigenlijk heel de Costa del Sol. En Marbella moet je een beetje zien als de, ja, de place zeg maar, waar iedereen op afkomt. Dat is de magneet van de Costa del Sol. Mm -hmm. uh, maar ik ben juist ingesprongen op, uh, oh. op Estepona. Dat is in mijn ogen momenteel de meest interessante uh, stad in heel de Costa del Sol. Want dat is heel erg groeiende. De burgemeester van Estepona is al drie jaar lang verkozen tot de beste burgemeester van heel Spanje. En Spanje is echt groot. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon supergoed nieuws. Hij is heel makkelijk met licenties afgeven. Uh, ze gaan nu een heel commercieel park maken. met allemaal winkelcentrum enzovoort. Enzovoort. Uh, dat kost gewoon meer dan 100 miljoen. Dus ze zijn flink aan het investeren daar. Ik denk dat er minimaal 100 nieuwe projecten worden, worden gebouwd momenteel. Dus ja, dat zag ik. En daar ben ik in 2000, begin 2022 ben ik daarop ingesproken. Had ik mijn eerste pand daar gekocht. Ja, je ziet nu twee jaar later is het al bijna verdubbeld in waarde. Want dat wow. pand waar ik net over praat van, van 190.000 euro, die is nu minimaal drie ton waard. Dat Zijn is wel waard bedragen hè? Ja, dus Marbella is, uh, is een beetje de magneet. Maar je merkt dat het steeds meer aan het verspreiden is. Mm -hmm. uh, en ik deelde twee, drie jaar geleden ook altijd mijn Google Maps scherm. En dan zag je dat tussen Marbella en Estepona, daar zit een nieuw Golden Mel. Je moet het even goed voor je zien. En uh, bij Marbella ligt de Golden Mel. En ze hebben gezegd tien jaar geleden, oké, okay, de Golden Mel is helemaal volgebouwd. We gaan nu een nieuw Golden Mel maken, zo noemen ze dat. En toen ik op Google Maps keek in 2021, zag ik dat het helemaal groen was. Je had wel bepaalde grijze gebieden, wat natuurlijk bebouwd is. Maar groen was echt land waar nog gebouwd kon worden. Kijk nu maar. Hè. Het is bijna allemaal grijs geworden en ze zijn volop aan het bouwen daar. Dus ja, wacht nog 1-2 jaar. En het is helemaal volgebouwd. Ik sprak een man die kocht daar 20 jaar geleden een woning in de nieuw Golden Mel bij het strand voor 2 ton. Nu is die waard 2 miljoen. Nee joh. Dus ja, je, ja je, je gaat gewoon mee met de ontwikkelingen die daar zijn. En waardoor ook de waarde van je panden heel erg stijgen. Wil jij binnen 5 minuten starten met crypto zonder gedoe? Coinmers is de makkelijkste crypto app van Europa. Met meer dan 350 verschillende coins bieden ze alles wat je nodig hebt om te starten. Maak nu een account aan via de link in de beschrijving en ontvang 10 euro aan gratis crypto. Hey, waar ik wel benieuwd naar ben, want als je kijkt naar Nederlands vastgoed is het stukje vraag en aanbod het is volledig uit balans. Er is veel meer vraag dan aanbod. Dat aanbod, uh, al die bouwplannen, daar kunnen ze op geen enkele manier dan voldoen door regels en dingen. Nou, daardoor zie je natuurlijk die disbalans in die vraag en aan aanbod en zie je prijzen heel erg uh, in het voordeel van de verkopers stijgen. Als ik het verhaal in Spanje hoor, zou ik denken, ja, er is ook heel veel aanbod. Ja. Neemt de vraag dan nog zoveel harder toe dat jij alsnog zulke waardestijgingen kan zien? Kijk, de afgelopen twee jaar is het ontzettend hard gegroeid. Dus uh, niet voor iedereen is het ook momenteel geschikt om uh, in Spanje wat aan te kopen. Je moet best wel slim daarin zijn om, om een goede aankoop te doen. Daar helpen we ook klanten bij. Uh, maar nu heb je eigenlijk al minimaal 130.000, 140.000 euro eigen geld nodig om iets aan te kopen. Toen ik begon, was het 70. Dat is al een heel anders. is bijna verdubbeld, snap je? Ja. Dus uh, het zal altijd blijven stijgen. Ik zag altijd 4% per jaar pak je sowieso een waardestijging. We merken meestal dat het hoger ligt, om de 8, 9, 10 procent. Uh, maar de groei die we de afgelopen twee jaar hebben gemaakt... Ik wist het ook niet, hè. Dus als je mij vraagt, nee, je koopt nu een, een woning in Spanje 2022. Zal die over twee jaar verdubbelen? had ik gezegd, ja, weet ik niet. Maar het is toch bijna gebeurd. Het is bijna verdubbeld. Um, dus als zou je me zeggen, waar staat het in 2026 of 2027? Ja, nu denk ik dat dat niet gaat gebeuren, dat het nog zo hard gaat stijgen. Maar wie weet, misschien gebeurt het wel... Want laten we eerlijk zijn, steeds meer mensen. Je hebt een aantal plekken waar mensen graag investeren. Dat is of nog steeds soms in Nederland geval. Spanje is heel erg hot. En Dubai al heel veel. Dat is het enige wat je momenteel vaak hoort. Um, en dat is in mijn ogen ook de beste, de beste landen om te investeren. Welke plekken heb je nog meer in, uh, in Costa del Sol die ook uh, interessant kunnen zijn? Ja, dus het begint eigenlijk uh, in Malaga. Dat raad ik niet meer aan om in Malaga te investeren. Is super goed voor je rendement. Alleen daar hoor je gewoon vanuit de lokale mensen... dat ze heel erg erop tegen zijn dat er zoveel wordt verhuurd. Hetzelfde als in Barcelona is het afgeschaft. Valencia is dat ook al. Dus daar zijn ze een beetje op tegen dat... Uh, ja, dat, dat mensen daar een appartement verhuren. Dus daar zou ik het niet meer aanraden. Een aantal klanten hebben het wel. Alleen ja, die waren eigenlijk voor dit allemaal hebben ze daar wat gekocht. Um, maar dan kom je eigenlijk Malaga daar lunchen Dan heb je Tomlinas, Bena, Madena. Zou ik niet per se aanraden. Kan wel als je dat wil. Maar zou ik niet aanraden. Ik zou beginnen bij Migas. Mm -hmm. dat, is, dat is eigenlijk een interessante plek. Uh, dan komt op een gegeven moment Marbella en Elvira, gewoon de omgeving Marbella. Dat is super interessant voor je rendement. Daar kan je heel mooi vastgoed kopen uh, en goed verhuren. En ook een flinke waardestijging nog pakken voor de komende, ja, lange, vastgoed is een lange termijn spel. Mm. Dus tientallen jaren pak je daar ook nog een mooie, mooie waardestijging. En dan komt eigenlijk San Pedro, Estepona. Dat zijn momenteel de plekken waar het meest zeg maar, gebeurt. Uh, daarachter heb je ook nog Casares en Manilva. Dat is ook interessant. En Daarachter ligt weer Sotogrande en dat is ook weer een hele uh, rijk gedeelte van, uh, van Spanje. Dus dat zijn een beetje de gebieden waar je kan investeren in de Costa del Sol. Sotogrande. Ja, dat is dat zijn wel een mooie naam hè? Ja, dat zijn hele mooie namen. Hey, en zelf had je ook uh, het doel om echt financieel vrij te worden. Ja. Uh, is dat al gelukt of ben je er nog mee bezig? Nou ja, ik heb nu vijf panden in Spanje, waarvan uh, uh, drie nog opgeleverd moeten worden. Dus volgend jaar krijg ik weer een oplevering en in 2026 20 krijg ik nog uh, twee opleveringen. Uh, en als die zijn opgeleverd, dan ben je in principe finish -over. Ja, Voor iedereen is dat natuurlijk anders. Ik heb nog veel grotere doelen. We zijn bezig met projectontwikkeling in Spanje. Ik heb een renovatieproject lopen. Dus er zijn, we hebben veel grotere doelen dan dat. Maar in principe, als die panden zijn opgeleverd, kan je gewoon stoppen met werken en komt er genoeg binnen. Ja, ja dat betekent gewoon dus dat je je maandelijkse lasten eigenlijk kan dekken. Ja, ja en dat je ook gewoon je ding kan doen ja. uh, in het dagelijkse leven. Maar goed, mijn doel is nu naar de tien panden opschalen. Dat ga ik doen door middel van uh, gewoon klanten blijven helpen, uiteraard, maar ook renovatieprojecten. En daarmee ja, wil ik tot en met 2027 naar de 10 panden schalen. En vanaf dat punt ben je helemaal uh, klaar. Netjes. Want je hebt ook, uh, gaf je net voor de podcast ook al aan, maar je hebt aardig veel mensen geholpen. Je had 200 mensen heb je inmiddels geholpen. Ja. Maar de totale waarde aan vastgoed, dat is ook wel een indrukwekkend getal. Ja, dat is wel flink. We zitten nu op 50 miljoen. En dat is eigenlijk in anderhalf jaar tijd aan vastgoed gekocht met onze klanten. Dus dat is uh, extreem. Ja. Uh, dat doen volgens mij de meeste mensen niet eens in, uh, in vijf jaar of tien jaar. En wij hebben dat geflikt in anderhalf jaar tijd. Dus dat geeft ook wel aan wat voor kracht we hebben en wat we momenteel aan het neerzetten zijn. We hebben ook hele mooie deals voor klanten. We laten natuurlijk ook alles zien. We zorgen echt voor een goed vertrouwen ook al bij de klant. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat uh, mensen vaak voor ons kiezen in plaats van voor, voor anderen. Ja. Want dat is nog wel mijn vraag dan daarbij. Van oké, okay, in de afgelopen paar jaar is het wel interessant geweest. Maar waarom zouden nog zoveel mensen nu ook weer gaan investeren? Zeg maar? Want het is leuk, maar ik heb, krijg nu al best wel het gevoel van... Ah oh, ja, het zit straks vol. De tweede, boot gemist. Boot gemist, de tweede golden mile zit ook alweer vol. Nou, leuk. Dan wordt er straks, krijg ik straks uh, de restjes. Er zijn nog steeds parels daar. Maar goed, dat is altijd zo. Mensen denken altijd, ik heb de boot gemist. Maar dat is niet zo. Dus... Uh, natuurlijk had je twee jaar geleden, maar dat is met alles zo. Of je nou over crypto praat, of over vastgoed Nederland. Of, horen oh, jullie ook, jullie willen graag vastgoed in Nederland, maar nu denk je ook, ja shit, ik ben te laat. Dus mensen denken dat vaak, alleen dat is niet zo. Want er zijn nog steeds mooie kansen die je kan pakken. Alleen, je moet wel goed op zoek gaan. Dus het is altijd ietsjes lastiger. Dus het wordt gewoon ingewikkelder. En daarom is het ook zo belangrijk om met een goed team samen te werken, die je daarbij kan helpen. Um, dus, ja... Er zijn nog steeds heel veel kansen die je kan pakken in Spanje. Ook in Spanje. En het verschuift natuurlijk. Hè? Dus we praten net over Casares en Manilva. Uh, je ziet dat Estepona, de nieuwe Golden Mel, wordt nu een beetje volgebouwd. Maar ja, ze gaan wel nieuwe beachclubs, nieuwe restaurants ook in Casares Manilva openen. Uh, en daar kan je nog steeds voor 2,5 ton, 3,5 ton supermooie appartementen kopen. Ja. Een waardestijging, daar had je het net nog al, al over. Ja. Maar dat is uh, flinker dan in Nederland. Maar dat zit ook dus gewoon bij, wat zei je net, 10% of zo. Ja, ik zeg meestal reken gewoon op 4-5% per jaar. Dat is een beetje het gemiddelde. Maar goed, gaan wij reflecteren de afgelopen, ook zeg 20 jaar, en dan ga je al over de, over de 100% uh, heen. Dus ja, het verschilt gewoon per periode. Nu bijvoorbeeld vorig jaar was het volgens mij 26% in de nieuw Golden Mel. Um, en in Marbella zelf was het volgens mij 12 of 13%. Maar laten we het houden op 4-5%. dan zit je gewoon goed gemiddeld per jaar. Dat is wel. Ja. Dat is. Jij wil nog wat zeggen? Nee, ja. Ja. Hey, wat ik uh, ook wel leuk vind... we noemden het net al een paar keer... maar je hebt ook natuurlijk gewoon heel veel mensen... ermee al geholpen. Uh, je hebt met 200 studenten heb je dan geholpen. We hebben van tevoren ook nog even gesproken. We weten altijd dat uh, heel veel mensen geïnteresseerd zijn... om hier ook meer over te ontdekken. Um, en daarom hebben we ook wat leuks. Sowieso twee dingen eigenlijk, hè. Um, wil jij dat vertellen of zou ik dat vertellen? Zeker, uh, zeker. Ja? Nee, ik denk dat het uh, eerst aan uh, jullie moet even in het zonnetje worden gezet. Dus wat jullie de afgelopen jaren hebben geposteerd, dat is natuurlijk geweldig. Uh, wij, ik was een van de eerste gasten bij jullie bij, bij mij op het hoofdkantoor in de Kapelle uh, aan de IJssel. Ja. En uh, ja, ik heb jullie ook zien groeien, wat natuurlijk super mooi is. Uh, dus ik heb iets voor jullie meegenomen. Supertof. Dit is een uh, spel die we zelf hebben ontwikkeld. Die uh, uh, eigenlijk een beetje aan 2024 is. Dus ik ben gek op Monopolie, ik ben gek op vastgoedkopen. Vermogen opbouwen vind ik hartstikke leuk. En drie jaar geleden zijn we hiermee begonnen om dit spel te ontwikkelen. En nu is het echt een, uh, een spel geworden. Dus die wil ik jullie graag geven. Kijk. Ik ga deze aan Jaro geven. Dankjewel, leuk. We noemen man. hem UM The Game. Ik zou zeggen, spelen, me, spelen met je familie, vrienden. Ook natuurlijk met jullie team die jullie nu hebben opgebouwd. Ja. Het gaat over uh, um, aandelen, crypto, vastgoed Nederland, vastgoed Dubai, vastgoed Spanje, uh, maar ook ondernemen. Dus het is echt een super leuk spel. Dus dat is voor jullie. Thanks. Uh, mochten de mensen dat willen aanschaffen, dan, dan kan dat natuurlijk gewoon. Maar ik heb iets anders heel erg uh, tofs voor iedereen die uh, heb nu kunnen luisteren over vastgoed Spanje. Mm -hmm. En. Kijk, heel veel mensen willen het wel, alleen ja, ze weten nog niet precies hoe werkt dat nou. Um, dus ik heb iets heel diks gemaakt, ook speciaal voor, uh, voor de Lotgenoten podcast. Dat is een uh, online training, vastgoed Spanje online training. Uh, want je gaat al iets voor minimaal 2, 3 ton aankopen in Spanje. Dus dat betekent dat je wel goed voorbereid moet zijn. Daar staat letterlijk alles in over wat je moet weten, ook hoe je rendementen kan berekenen, wat de beste locaties zijn, wat we net hebben. Uh, doorgenomen, dus dan kan je ook echt zien hoe ik in de afgelopen twee jaar heb gewerkt in Spanje. Dus ik zoom ook echt op de locaties in. We kijken ook naar uh, hoe je jouw budget en alles kan bepalen. Uh, dus dat is een online training. De eerste uh, 30 uh, lotgenoten die dat willen hebben, die krijgen hem uh, volledig gratis. En daar kunnen ze een berichtje naar toesturen via onze WhatsApp uh, nummer. Ja, uh, dus 30 uh, lotgenoten krijgen die van mij gratis. En de rest die dan. Uh, uh, die training wil hebben, die krijgen een korting van ons, 30% korting, omdat ze vanuit jullie komen. En ik denk als je hiermee start, tenminste weet ik wel zeker, dan kan je in één keer gelijk weten, oké, okay, is vastgoed Spanje interessant, ja of nee? Hoe werkt uh, Ultimate Mastermind? En is dat iets voor mij, ja of nee? Ook veruren en beheren, alles leren. Leuk man. En ik heb het nummer, heb ik hier nog staan, dat is uh, plus 31 658 015 971. Voor de mensen die niet in de beschrijving kunnen kijken op dit moment, die kunnen dat even zo oplepelen? Precies. Ja, ja, en dus anders staat het dus nog wel in de beschrijving als je het allemaal te snel vindt te gaan. Want dat heb ik 9 van de 10 keer. Ik ja, kan gewoon een link ook volgens mij dat je klikt op die link, dan opent die WhatsApp. Ja. Dus volgens mij kan het, ja, dat kan gewoon allemaal dan automatisch. Fixen we allemaal. dat waar eventjes. Dus. Dat jij ja, ja, gewoon niet alleen staat. Superman. Heel leuk. En dan denk ik dat heel veel mensen daar, uh, tenminste de 30 mensen, heel blij mee gaan zijn. En de Sinter. rest ook niet wel. Ja. Dus voor de eerste 30 mensen die kunnen dat dus krijgen en de rest die kan altijd gewoon contact opnemen. Ook voor vragen, oh. eh, opmerkingen. Dus eh, dat is hartstikke mooi. Zeker. Superleuk man. Nice, nice. Ik ben ook nog wel benieuwd. Um, je hebt dan zoveel mensen die dan hè, zeggen van ja leuk, ik wil dan een beetje kijken naar vastgoed in Spanje. Jij geeft net aan, uh, we hebben al voor 50 miljoen aan waarde verkocht uh, in vastgoed in de afgelopen jaar. Dan denk ik, nou, dat is best wel flink. Ja. Ik heb je ook gehoord over uh, dat jij het in het begin best wel moeilijk had... met uh, vastgoed kopen en de juiste plekken, de waardes, et cetera. Ja. Um, hoe is dat verlopen voor jou? En hoe is, dat, hoe is dat in stapjes gegaan? In Spanje. In Spanje, echt, ja. Ja, kijk, uh, ik heb daar gewoond. Dus toen ik negen uh, jaar was, heb ik samen met mijn familie heb ik daar uh, gewoond. Uiteindelijk ging mijn ouders scheiden, dus we zijn weer terug naar Nederland gegaan... Dus ik kende de regio al en ik kon ook wel Spaans. Dus ik was daar in 2021 en, uh, nou, wat ik net zei, Nederland werd steeds minder interessant. Uh, je moest steeds overbieden en de regels veranderden. En ik was daar gewoon op vakantie. Ik dacht, hé, hey, hier wil ik iets gaan kopen. Maar ja, waar begin je dan? Weet je, hoe ga je dat nou? Ja, hoe ga je die eerste aankoop realiseren? Dus het is heel belangrijk om goed je onderzoek daarin te doen. En eigenlijk ben ik daar gewoon zes tot acht maanden ben ik mee bezig geweest, heb ik uh, heel mijn netwerk daar opgebouwd. En heb ik uiteindelijk mijn eerste aankoop kunnen realiseren? En daar komt, gewoon, daar komt gewoon wat bij kijken. En de eerste stap is natuurlijk voor jezelf, ben je er klaar voor? Nou, ik in dat geval was er, was er klaar voor om iets te kopen in Spanje. Ik had het geld ervoor. Uh, ik had natuurlijk overwaardes, ik had gewoon spaargeld enzovoort. enzovoort. Um, dus ja, dan moet je voor jezelf gaan kijken, wat is mijn situatie nu? Wil ik daar vast goed aankopen? Misschien wel als tweede woning voor, voor jezelf, maar ook voor de verhuur. Um, dus kijk gewoon bij jezelf wat, ja, hoeveel geld heb je om eventueel een aankoop te doen in Spanje. Ja. Dus daar begint het allereerst bij. Want spreek jij Spaans? Zei je dat nou? Ja. Ja? Spreek ja. je goed Spaans, zeg maar? Vloeiend ook? Ik versta alles. Dus als je nu tegen mij Spaans gaat praten, dan versta ik echt alles. Um, het praten zit ik nu op 70, 80 procent. Maar dat ga ik in de komende maanden ga ik dat optimaliseren en dan uh, spreken we het weer vloeiend. Dus dat is wel echt een voordeel ook als je in Spanje zaken gaat doen. Dan moet je ook wel uh, Spaans kunnen. Ja, ja. Doe je ook wel eens dat je gewoon doet alsof je geen Spaans verstaat? En dat je dan in de onderhandeling kunnen zei ouwe hoeren, kan je gewoon meeluisteren ja, wat ze ja. zeggen? Inderdaad, ja, inderdaad. Nu, nu zien ze het vaak wel, want dan zien ze maar knikken en zo. Maar uh, meestal, als ja, ik ben natuurlijk een blonde Nederlandse jongen. Dus ze denken vaak van, oh die kan toch geen Spaans. Uh, maar ik versta gewoon alles, ja. Heb er wel eens mensen gehad die dingen achter je rug om aan het bespreken waren omdat nee. ze dachten dat je te gek was? Nee, nee, nee. nee, nee. Zijn toch verstandig dan? Ja, ja nee, in dat opzicht uh, ja, denk ik ook niet. Zo werken ze ook niet. Nee, nee. Misschien achter je rug om als je weg bent wel. Maar niet uh, op het moment zelf. Nee. <laughs> Tijdens de deal. En dan lachend. Uh, hey, in nou, in dus Azië heb ik gehoord wel, dat dat gebeurt hoor. Ja, we maken wel mooie deals daar. Dus dat komt misschien ook wel. Omdat je natuurlijk een beetje Spaanse zo kan. heb je netwerk daar. Ja, we werken ook met een team die zit daar al uh, 20 jaar plus. Dus ja. het is niet even... Uh, uh, mensen die daar een paar maanden zitten, nee, we werken echt met een goed team. Mm -hmm. Zowel in Nederland als in Spanje, die volop zelf in het vastgoed zit en die tientallen jaren ervaring uh, heeft. Hebben. Hoe doe je dat dan inderdaad met, uh, met zo'n team? Want ik kan ook verwachten, hé, hey, daar zitten ook gewoon makelaars. Waarom zouden mensen niet naar zo'n makelaar gaan, maar wel naar jou? Kijk, ik zeg altijd, je moet leren van de mensen die het hebben gedaan. En de klanten die bij ons aankomen, die zeggen ook vaak van... ja, we willen juist met jullie werken omdat jullie het al meerdere keren hebben gedaan. Um, dat zeggen ze altijd tegen ons. Jij bent degene die investeert in vastgoed, dus jij weet hoe het daar werkt. Makelaars in dit geval, niet iedereen, maar het is daar gewoon een cowboy uh, wereldje, zeg maar. Dus iedereen kan zomaar makelaar worden. Maar niet iedereen heeft het beste met jou voor. Dus dat betekent niet voor elke makelaar, maar... Er zijn wel heel veel mensen ja, die boeit het niet als Jaro daar naartoe komt. En die, die koopt wat aan en hun krijgt hun commissie, that's it. Die gaan niet met jouw rendementen berekenen. Die gaan niet met jouw goed vol onderzoek doen. Die gaan niet met jou, jouw je hele huidige situatie doornemen. Financiering misschien die je wel wilt. Uh, dus het is echt gewoon zaak dat je goed je vol onderzoek doet. En echt een gameplan maakt voordat je een aankoop gaat doen in Spanje. Sommige makelaars die doen het naast hun personal training, weet je wel. Of naast, naast een nagelstylisten, of weet ik veel wat. Het is niet echt. Um, en wij hebben daar wel een heel team voor. die echt continu bezig is met klanten. Waardoor ik ook zeker weet: je maakt ten alle tijde de beste deal. Dus we onderhandelen ook heel erg goed voor onze klanten. Uh, je wordt goed begeleid in het hele financieringsproces. als je financiering wil. We gaan een hele goede objectselectie maken. van tientallen, misschien wel honderden woningen. met objectselectiespecialisten. die dat ook echt allemaal controleren. Waar kan je het beste verhuren? Wat zijn de beste locaties? Uh, vervolgens gaan we ze ook bezichtigen samen met de klanten. Dus we kunnen echt kijken: is het een goede investeringsobject of niet? En op die manier zorg je er echt voor dat je heel veel dingen tackelt. Um, en daar betaal je natuurlijk wel een klein beetje meer voor. Maar dan weet je wel zeker dat alles goed zit. In plaats van dat je dadelijk iets voor twee, drie ton gaat kopen. wat misschien net niet goed uit de verf komt. Ja, want dat is natuurlijk het grootste gevaar wat mensen natuurlijk zien. Ja. Dat je natuurlijk in het buitenland vastgoed gaat kopen. Ja. Dat het gewoon massaal misgaat. En ja, iedereen kan het gewoon alleen natuurlijk. Hè? Alleen dan moet je wel een serieuze persoon zijn. die alles in de puntjes uitzoekt. Want er kan zomaar een schuld op de woning zijn. als je geen advocaat neemt, bijvoorbeeld. die zoekt voor alles voor je uit. Het zijn best wel speciale dingen. En ik denk gewoon dat je met de juiste mensen moet werken. als je iets wil gaan doen. of dat nou met ondernemers is, een mentor zoeken. of met vastgoed kopen in dit geval. En dat zorgt er gewoon voor dat je heel veel dingen tackelt. En dat je er ook soepel doorheen komt. Wij kopen gemiddeld ja, tussen de twee, drie maanden. doen we erover om met klanten een aankoop te doen. Uh, en daarna zorgen we ook dat ze zo snel mogelijk in de verhuur staan. Je wil niet dat je een aankoop doet en dat je pas een jaar later de verhuur in kan. Dat er nog heel veel geregeld moet worden op de achterkant. Wij willen dat proces zo snel mogelijk uh, laten verlopen. Dat gaat niet altijd goed. Dat, dat hoort er wel bij. Als je 200 klanten. Heb, dan kan er ook wel eens wat misgaan. Dus soms moet de klant een tweede keer komen bezichtigen. Um, maar uiteindelijk zorgen we er wel altijd voor dat alles gewoon tip-top in orde is. Uh, ja, geregeld is. En dat zie je ook wel aan de reviews die wij momenteel uh, binnenkrijgen van klanten. Die zijn gewoon goed. Ja, het zijn meer dan 500 5 ster reviews. Dus uh, daar hebben we hard voor gewerkt. Maar dat, uh, dat staat nu wel goed. Hoe kunnen het 500-ster reviews zijn als jullie 200 mensen hebben geholpen? Omdat er ook meerdere klanten bij zitten van de Geldmachine, onze andere training. Ja, ah, precies. Dus ja. dat is ook nog van uh, bij elkaar Gewoon van Ultimate Mastermind. Ultimate Mastermind ja. ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, netjes. Is het ook zo dat uh, als je kijkt naar de grootste uitdaging die je hebt gehad met een klant. Um, kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, het zijn meerdere verschillen. Kijk, bijvoorbeeld een klant die uh, had een super mooi pand gevonden. Uh, penthouse, panoramisch uitzicht over de zee. Je kijkt gewoon echt naar Mabel en naar Estepona, Echt super mooi. En uh, die hadden we gekocht voor 3,65. En de vraagprijs was 3,85. Inclusief meubels hebben we het gekocht voor 3,65. was helemaal klaar. hoefde niks meer aan te gebeuren. Mm -hmm. En uh, doen het nu hartstikke goed met de verhuur trouwens. En um, uh, in het proces zeg maar, van het aankopen van de woning. moesten ze natuurlijk een financiering aanvragen. En uh, wat het dus was. Is je, tegenwoordig heb je in Spanje een risicoprofiel noemen ze dat. Dat betekent, je bent misschien zelfstandig ondernemer. of je hebt een huurwoning in Nederland. of uh, je, hebt, je hebt maar één of twee jaar jaarscijfers. in plaats van drie, vier, vijf jaar. En dan nemen ze je iets risico. ja, dan ben je een iets meer risicoprofiel. Um, dus kort samengevat, die klanten konden uiteindelijk. in plaats van 70% financieren. konden ze 60% financieren. Dus dat betekent eigenlijk. Op een, op een woning van 3,65. moet je in één keer nog een keer. 36.000 euro, iets meer dan 36.000 euro, moet je extra betalen. Ja, en dan komt het natuurlijk wel even waarbij kijken. Als je hebt gerekend voor jezelf. van oké, okay, ik moet dit aan eigen inleg meenemen. maar er komt ineens bijna 40.000 euro bovenop. omdat we maar die 60% financiering krijgen. Uiteindelijk is het goed gekomen. Kijk, okay, ik blijf altijd gewoon rustig. Ook bij mijn eigen woning daar. Ik kijk gewoon van oké, okay, wat is er wel haalbaar? Hoe kunnen we het wel realiseren? In plaats van in de paniek schieten. En, uh, en uh, ja, niks meer doen, zeg maar, alles cancelen waardoor je geld kwijt bent. Uh, dus we hebben gewoon gekeken wie in hun familie. Daar neem ik ook de tijd voor met klanten te bellen, wie in de familie of wie van jullie kennissen heeft misschien dat geld om even te kunnen lenen. zodat we dat zo snel mogelijk terug kunnen uh, financieren. Of ja, terug kunnen geven. Uiteindelijk is het gelukt binnen de familie. En we gewoon dat geld bij elkaar kunnen krijgen. En, uh, hebben zelfs nog die uh, de, uh, hun woning kunnen kopen? Nu zijn ze er al zelf een aantal keer geweest en gaat het supergoed met de verhuur. dus dat maakt het ook wel een klein beetje goed. Maar dat is inderdaad een bijzonder geval wat, uh, wat we hebben meegemaakt. Ja. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen. Hoe voorkom je zoiets? Is dat een stukje gewoon voor research zelf ook beter weten welk risicoprofiel, risicoprofiel je hebt? Ja, kijk in Spanje is het dus zo dat we hebben een hele goede hypotheekadviseur heb Ik ook podcasten mee online staan, dus echt een topper. Hoe heet hij, Ari. Ari. En, ja, Ari is echt een baas. En uh, pas mijn podcast met hem opgenomen staat uh, binnenkort online. Maar hij is echt een, echt een goede man. En hij heeft dus echt bij de banken. Dus hij, is ook niet, uh, hij werkt niet bij de banken, hij is gewoon zelfstandig. Maar hij heeft bij de banken, heeft hij gewoon een heel goed netwerk. En hij praat dan met heel veel analisten daar om uiteindelijk financiering voor klanten te krijgen. Dus hij doet al een goed vooronderzoek. Als wij een klant zeg maar bij hem aanbrengen en zegt, oké, okay, 70% moet waarschijnlijk wel goed komen, maar let op, dit en dit en dit kan er gebeuren. Dus meestal zijn we er ook wel op voorbereid, alleen je kan niet altijd alles tackelen. En als er dan heel veel boven water komt, want soms delen ook niet alle klanten met ons, misschien hebben ze nog wel een leaseauto of misschien hebben ze wel andere dingen. En dan moeten ze in één keer alles aanleveren uh, qua documenten. En dan komen we erachter, ah, dit weet je wel, of uh, een lease, -auto, ik noem maar iets geks. En dan uh, delen we dat met die analisten. Tenminste, Arie deelt het met die analisten. En dan zegt die analist Ja, sorry, maar we kunnen in plaats van 70% kunnen we 60%. Dus ja, dat is een proces. Kijk, twee jaar geleden begonnen we hiermee met, met mensen begeleiden. Dan deden we alles uit de losse pols. Echt waar. We gingen gewoon met klanten op pad in Spanje. We kochten wat aan. En that's it, weet je wel. Maar nu hebben we zo'n systeem erachter zitten. Dat ze echt stap voor stap worden ze begeleid. We zorgen er ook steeds meer voor ik zit één keer per maand zit ik ook met Ari en het hele team in Spanje om echt nog beter te kijken van oké okay, wat kunnen we aan de voorkant nog beter doen om uiteindelijk het proces nog soepeler te laten gaan hoe chill zou het zijn om na een lange werkdag niet bizar veel last te hebben van je rug, je nek of je schouders? Dat kennen we allemaal wel. En je denkt misschien dat meer bewegen of sporten het oplost. Maar het echte probleem is dat je te veel zit. En de oplossing is een sta-zit bureau van Office Interior. Door af te wisselen tussen zitten en staan, stimuleer je je bloedsomloop beter en kun je je klachten bizar veel verminderen. Plus het boost je energie. En productiviteit. Office Interior brengt het bureau bij je thuis. En als je wil, kunnen ze hem zelfs voor je in elkaar zetten op locatie. En je kunt 30 dagen proefwerken. Vind je het niks, dan halen ze hem weer op. En krijg jij je geld terug. Dus klik op de link in de beschrijving voor 10% korting. En kom eindelijk van die zitklachten af. Je had het net over een paar stappen al. Nu heb je het weer over stap voor stap. Ja. Um, het lijkt me wel leuk om echt alle stappen te doorlopen, uh, die ook trouwens op je website hebt staan. Ja. Weet je wel, één voor één. Om te kijken van oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat als iemand wil beginnen met vastgoed in Spanje, ja. wat ze moeten doen qua voor selectie, om voor te zorgen dat ze dus het juiste pand kunnen gaan aanschaffen ja. en vervolgens ook kunnen gaan verhuren. Ja, dus we zeiden het net al, stap 1 is gewoon weten wat je huidige situatie is. Dus echt kijken, oké, okay, wat heb je nu, wat kan je? En daar moeten we wel even een rekensom op loslaten. Dus die moet ik even uit de losse mouw schudden. Dat is helemaal prima. Stel jij hebt uh, een woning van 300.000 euro. Ja, dan kan je een beetje zelf berekenen of je dat kan halen of ja of nee. Je hebt een woning van 300.000 euro, die wil je gaan kopen. Dat is jouw budget. En je wil 70% financiering. Ja. Dan moet je met 10% kosten kopen. Bij nieuwbouw is dat 12,5 ongeveer. Moet je uh, 120.000 euro eigen geld hebben. Dus dat betekent dat je in totaal 180 plus. Um, even kijken, iets meer dan 180.000 euro ga je financieren. Makkelijk ja. gezegd. In Spanje is het zo, als je die 180.000 euro twee ton, zeg maar, makkelijk gezegd, wil financieren, dan, dan moet dat in je inkomen passen. Dus stel, jouw inkomen is 10.000 euro netto, dus netto. Nou, dat is voor heel veel mensen, is dat, zijn dat meestal partners van elkaar. En dan kom je wel redelijk bij die 10.000 euro. Dat is een mooi bedrag om even aan te houden. Per maand bedoel je dat? Per maand, ja. 10.000 euro per maand. Dan nemen ze 35% mee van jouw uh, netto inkomen. Wat jij aan woningkredietlasten mag hebben. Dus dat betekent 3500 euro. Mm -hmm. Maar van die. 3500 euro gaan ook nog jouw, vaste, ja, jouw BKR geregistreerde schulden gaan daar nog vanaf. Denk aan een de hypotheek, maar ook huur, want dat is een soort van ook vaste last daarin. Um, een leaseauto, een studieschuld. dat zijn allemaal dingen die ze daar nog vanaf halen. Dus pak hem even beet. 1500 euro hebben heb dit stelletje hebben aan BKR geregistreerde schulden. Die 1500 euro gaat van die 3500 euro af. Dan kom je op 2000 euro. Dat je onderaan de streep overhoudt. Nou, voor 2000 euro nu in Spanje krijg je ongeveer tussen de drie, vier ton uh, financiering. Verschilt een beetje wat voor, uh, wat voor rentes je hebt. Maar dan kan je dus in principe die twee ton die je nodig hebt, kan je financieren. Je kan gewoon twee. twee vastgepanden bijna financieren. Nou, dan ja, moet dat... je wel dat eigen geld 120 ook keer twee doen. Als je... Precies, dan moet je die ook in de <laughs> kwart miljoen hebben liggen. En wat belangrijk is om te weten, is niet iedereen krijgt bij zijn tweede pand opnieuw. Of, ja, 70% financiering. Meestal is dat 50%. Dus daarom zei ik net al... Spanje is mega interessant. Alleen, zoals elk land... hebben je voor- en nadelen. Uh, en dat is in Spanje gewoon een nadeel... dat je bij de tweede pand 50% moet financieren. Ja. Op zich sta ik daar positief in. Mm -hmm. Omdat uh, je hebt dan een mooie balans. Ik vind... Uh, 70% is de maxo wat je moet financieren. Je moet niet meer 100% financieren. Als er wat gebeurt, dan zit je zelf ook in de, in de shit. Ze hebben geleerd van de 2008 crisis. Precies. En dat is ook een vraag die ik vaak krijg van, ja nee, is het geen bubbel? Is er geen crisis? Bla bla bla. Maar geloof me, hoe het nu in Spanje is geregeld, is het gewoon echt top geregeld. Ze screenen iedereen zo goed. Dus het is niet meer zoals vroeger dat iedereen maar even wat kan doen. Nee, het is gewoon heel stabiel momenteel. Ja, want dus... voor mijn beeld, hè, als je 50 tot 70% financiert, betekent dat voor de bank eigenlijk dat het object waarop de financiering staat, tussen de 30 en 50 procent waarde daling kan doormaken. En dat ze dan nog steeds hun geld terug kunnen krijgen. Dus de bank niet in problemen komt. Precies, precies. Ja, dat is wel een goeie. Ja, dat is gewoon echt zo. Dus ja. daarom ben ik ook wel voorstander van die uh, 30% eigen inleg. Of vijftig, maakt even niet uit. Omdat je dan niet alles financiert En je moet zelf... Kijk, het is ook niet voor iedereen weggelegd. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. Dus je moet wel een beetje geld hebben. En daarom hebben wij ook heel veel ondernemers. Ik heb een klant die heeft de zeven gekocht. Crypto of, of ondernemen. Dat, die moet, je moet wel veel geld hebben. Ja, ja, klopt inderdaad. Helemaal ook als je zegt van nou, 10k netto inkomsten. Ja, een gemiddeld gezin heeft dat niet. Als voorbeeld, hè? Want we ja. kunnen ook even de helft pakken. dan kom je er ook wel redelijk ver. Als je 5K netto hebt, dan kom je ook nog wel redelijk ver. Ja. Maar daarom zeg ik, kijk, dit soort dingen, wij hebben allemaal sheets en zo klaarstaan. Dus ja. in die online terug kun je, je, treden, je, je te heel makkelijk rekening, vul je goede je dingen en klaar. Ja. Komt er iets uit? Ik ben zelf wel benieuwd wat dat stukje daaronder. Hè? Kijk, jonge luisteraars die dit luisteren zullen denken: 5000 euro netto per maand verdienen. Wat de fuck, had ik het maar? Weet je, je startsalaris zit op de 2.500, 3.000 euro bruto in Nederland, denk ik. Als je gewoon gestudeerd hebt en je gaat ergens aan de slag, nou, dan is het nog wel even een eentje naar 5k netto. Laten we zeggen dat we dat even rondgerekend hebben: het stukje vermogen dat je gaat aantrekken. Die 120.000 euro zelf. Welke smaken en mogelijkheden heb je daarin? Is dat puur moet je cash op de rekening hebben staan? Ja. Of kunnen we daar ook een stukje BV, Other People's Money, dat soort dingen in gebruiken? Uiteraard kan je gewoon Other People's Money daarvoor inzetten. Of in uh, holding. Ik heb hier heel veel klanten die hebben gewoon miljoenen in hun holding. Die storten gewoon een bedrag. Uh, pri kan privé, je mag hem ook in een SL zetten in Spanje. En dan uh, kan je het gewoon financieren. Of je holding en betaal je zeg maar privé weer je holding terug met een kleine rente. Dus dat kan ook gewoon, is ook super interessant. Als je dat hebt, dan zeg ik ook meestal, oké, okay, laat het gewoon uit je holding halen, dat eigen geld. En dan kan je dat op een gegeven moment gewoon terug, uh, terugstorten naar je holding met een stukje rente. Ja, ja. Of je zegt SL? Ja. Wat, wat betekent dat? En dat is een BV in Spanje, maar laten we daar later even op terugkomen, ja. dan kunnen we daar de diepte over induiken. Daar zijn ook interessante opties in, heb ik al gehoord in de wandelgangen. Ja, 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 ja. ja is cool. ook super interessant. Ik heb zelf ook uh, allemaal SL's, dus uh, ja. ja. Nice. Nog één dingetje, um, wat ook natuurlijk kan, is dat je voor nieuwbouw gaat. En dan heb je weer hele interessante betalingstermijnen. Als voorbeeld, stel je koopt een nieuwbouwproject. Die wordt in 2027 wordt die opgeleverd. Dan betaal je 3000 of 6000 euro reservering. Dat is meestal een van de twee opties. Uh, en dan kan je in termijnen kan je betalen. Dat verschilt weer per project hoeveel dat is. Dat kan bijvoorbeeld 10-10-10 zijn, of 20-10. Procenten praten over, over het aankoopbedrag. Maar dat geeft je ook weer de tijd en ruimte om het geld bij elkaar te krijgen. En over ja, in die twee jaar dat het project wordt opgeleverd, dat je eigenlijk gewoon rustig kan betalen. Dat je niet in één keer die 120.000 euro, wat we net zeiden, nodig gaat hebben uh, vandaag. Hmm. Om, om zeg maar woning te kopen. Dus ja, dat kan bijvoorbeeld ook zijn: 30.000 euro dit jaar, volgend jaar. 60.000 euro en dan nog een keer 30.000 Ja, maar vaak bij oplevering of zo dan nog oplevering, een bladdrag, maar dat is ja. meestal financiering. Ja. die je kan pakken dan. Ja. Dat, dat is daarover, een beetje. Ja, ik denk dat jij hetzelfde wil zeggen. Het is een beetje hetzelfde verhaal in Dubai met die ja, paymentplans en dat soort dingen. Precies. Heb je daar dan ook de gekkigheid, wat je in Dubai ook ziet, dat je een paymentplan hebt, je hebt twee betalingen voldaan en iemand anders gaat dan al met 10, 20, 40% waardestijging zeggen, ik wil het van je overnemen? Uh, niet overnemen, dus dat vind ik ook wel in Spanje... Kan je niet tussentijds verkopen, tenzij je het in het contract uh, laat zetten. Dan meestal doen ze het niet, maar ja, misschien kan je het voor elkaar krijgen. Maar ik zal het ook niet per se aanraden, want uh, ik ben een lange termijn investeerder en ik hoef niet snel geld te verdienen met uh, een met de, met de flipje of zo, met nieuwbouw. Maar um, wat ik heb gedaan is, ik heb eind 2022 heb ik een nieuwbouwproject gekocht, Aqua Gardens. En daar heb ik een drie slaapkamer, twee badkamer appartement gekocht voor 312.000 euro. Nou, daar moest ik 6000 euro voor betalen. Een half jaar later moest ik 20% betalen. En een half jaar later moest ik 10% betalen. Dus dan zit ik einde van 2023, begin 2024, had ik die 30% voltooid. In zeg maar anderhalf, twee jaar tijd. Um, nou, anderhalf jaar tijd. Nu kan ik gewoon wachten tot 2025. In mei 2025 wordt die opgeleverd voor die 70% die nog open staat. Die kan ik ook even financieren, of ik doe 50% financieren en 20% nog zelf. Maar wat het interessante hiermee is, je had het net over inderdaad die waardestijging... is dat pand, die, die drie slaapkamer, twee badkamer in Aqua Gardens is nu waard minimaal vijf ton. Dus eigenlijk pak je al een flinke waardestijging in die hele uh, proces dat ze maar aan het bouwen zijn. Ik keek ook toen ik in 2022 dat kocht en ja zei tegen, die, uh, tegen dat project... keek ik ook naar alles in de omgeving... Een straal van 500 meter, zeg maar. Wat betalen de mensen nu voor een drie-slaapkamer, twee-badkamer? En daar betaalden ze al 4,30, 4,40, 4,50 voor. Dus eigenlijk kocht ik hem al een ton scherper in. Um, en daarom zeg ik wel, altijd, vooronderzoek is zo belangrijk. Echt waar, dat, dat kan je gewoon heel veel geld opleveren, maar ook besparen. Uh, en nu is hij al over de vijf ton waard. Alles in de omgeving is nu ook boven de vijf ton. Dat nou, is vet. Is dat. Maar ik ga hem niet verkopen, want ik ben een cashflow-investeerder. Dus ik wil gewoon lekker uh, dadelijk. Uh, ik heb hem scherp ingekocht. Daar heb ik al mijn eerste winst. En stel ik wil hem over uh, tien jaar verkopen. Wat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, is hij misschien wel 6, 7, 8 onwaard. Ja, ja. Netjes. Mooi. Hé, hey, de laatste vraag. We blijven heel erg in financiering hangen. Maar ik wil toch. Uh, het is een belangrijk onderdeel wat je net al zegt. Goed inkopen. Goed je cijfers weten. Ja. Stel je voor dat je nou met een partner dit wilt doen. Of, en dan niet een relatie, maar bijvoorbeeld. Uh, ik heb een bedrijf met Koen, dat gaat ja. allebei bij ons geld naar de holding. Uh, we zeggen, ja, we willen samen een pand kopen in Spanje. Ja. Is dat mogelijk? Is Zeker. dat aan te raden af heel veel klanten mee geholpen, broers, neven, business partners. Ook echt heel veel uh, keren al meegemaakt. Dat kan. Dan betaal je 50% zelf samen, dus 25, 25. En 50% financieren. En doe je gewoon hetzelfde rekensommetje. Is jullie netto inkomen uh, sterk genoeg om die 50% te kunnen dragen? En dan kan je alsnog een aankoop doen. Ja, dus dan kan je ineens wel. Want je zei net 75.000 euro. Daar kan je niet echt meer mee starten. Als we die casus van drie ton pakken. 50% financiering. 50% zelf. 25% is dan 75.000 euro. Precies. Vergeet niet die kosten kopen natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is 10%. Dus 30 K. Ja, 30 K komt er dan bovenop. Ja, 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 dus dan kom je op 80, 90 K. uit. Ja, ja. Dus ietsjes meer. Ja. Dan heb je eigenlijk je hypotheekverhaal heb je wel rond. Precies. Dus de volgende stap is eigenlijk de strategie bepalen, toch? Ja, de volgende stap is als je jouw financiële situatie scherp hebt en uh, je, hebt jouw, uh, je, je kan een hypotheek krijgen, je wil dat ook. Nou, dan ben je daar gereed voor. Dan ga je eigenlijk beginnen met je strategie. Oké, okay. welke locatie wil ik hebben? Hoeveel slaapkamers? Uh, welke. Uh, hoe ver van het strand bijvoorbeeld. Eigenlijk moet je voor jezelf een profiel schetsen. Dat is ook wat wij samen met onze klanten doen. Oké, okay, waar, wat, 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 ja, wat is nou wat je wil? Sommige mensen willen puur rendement, alleen maar rendement. Nou, dan zeg ik bijvoorbeeld meestal oké, okay, koop uh, iets wat dichter bij de faciliteiten zijn, als een supermarkt, sportscholen, centrum enzovoort, enzovoort. Uh, En mensen zeggen nee, ik wil juist een heel dik penthouse, uh, of niet met de auto kan ik overal heen rijden en dat vind ik prima, want het is ook een klein beetje voor mezelf, ook voor rendement, uiteraard. Dan heb je meer, dan kan je breder trekken. Uh, dus, ik bijvoorbeeld heb uh, mijn eerste aankoop was een penthouse. Ja, dat was eigenlijk puur rendement, maar ook wel een beetje voor mezelf. Uiteindelijk blijkt dat het gewoon een super investering is geweest en dat het ja, meer dan dat ik had verwacht, uh, heeft opgeleverd en nu nog steeds doet, omdat ik ook al twee jaar live sta. Uh, dus dat is belangrijk, echt kijken wat wil je, wat voor aankoop wil je doen in Spanje en is het voor jezelf, is het alleen voor rendement, uh, is het bestaande bouw, is het nieuwbouw, want dat kan natuurlijk ook, iedereen's situatie is weer anders en dan weet je wat je, wat je wil. En dan is het zaak, dat is de volgende stap, is dat je je vol onderzoek gaat doen. Dus je gaat kijken, oké, okay, waar kan ik die woningen dan vinden in combinatie met de objectselectie. Nou, wat wij meestal doen, en ik zal het niet uh, te lang erover hebben... ...maar wij zoeken ongeveer tussen de 50 en 100 woningen zoeken we uit. En van die 5 tot 100 woningen gaan we er uiteindelijk 10... Nou, ...tussen de 5 en 10 gaan we er bezichtigen. En van die 5 tot 10 die je gaat bezichtigen... ...daar komt uiteindelijk een top 1, 2, 3 uit. Meestal drie stuks waar klanten denken van... ...hé, hey, dit, uh, ja, dit is interessant... En dan is het natuurlijk het allerbelangrijkste... is dat je een goede rendementsberekening maakt. En dat je ook gaat kijken van... Hey, wat gaat het me onderaan de streep opleveren? Ja, want uh, nog even een klein stukje terug over, uh, over strategie. Van oké, okay, wat wil je nou per se? Ik vind dat nog best wel lastig. Ja. Weet je, ook omdat jij zegt bijvoorbeeld... Uh, ik zit er echt in voor, voor, voor de lange termijn. Ja. Ik denk ik aan de ene kant, ja... Maar aan de andere kant denk ik ook wel, ja, heel eerlijk. Als je iets kan flippen. en daar kun je weer geld uit halen. en dat kan je ook wel weer investeren. dan misschien niet in één, maar dan weer in twee vastgoedpanden. Ja. Kun je dan ook weer vasthouden voor lange termijn. Stap? Dus nee, inderdaad. Dus dat is ook weer een hele andere. dat is ook weer strategie. Uh, maar ook een hele andere tak van sport. renovatieprojecten. We hebben nu één PAN bijvoorbeeld lopen. Ja, die kopen we voor 280.000 euro. kopen we die aan in een SL. We verbouwen die voor 220. Dus gaat 5 ton in. En de waarde is dadelijk een miljoen. Dat is een flip die je gaat doen. Maar dan praat je over hele andere bedragen, structuren, wat er allemaal bij komt kijken. We hebben het nu echt over woning aankopen, verhuren. Ja, Ik precies. heb je het verschil tussen een vastgoed-investeerder en een vastgoed-ondernemer. Ja, want, in ieder geval, dat klinkt meer alsof je echt business ja, gaat ja, doen. Ja, ja, zeg maar ja, ja. Van als ja. jij gewoon een drukke business in Nederland hebt en je wil wat van je geld slim investeren in Spanje. Ja. dan is short stay, dat soort dingen. dat kan je nog wel behappen, denk ik. Maar het lijkt me om renovatieprojecten op grote schaal ook nog te gaan doen in Spanje. Tenzij Kijk, als je, je, je een goed op, team hebt. Kijk, uh, ik heb nu twee klanten die we daarbij helpen. Dus dan uh, hun hebben we gewoon het geld. En zeggen: zet daar een team op die dat kan regelen. Wij verdienen natuurlijk ook wat aan... en vervolgens zorgen ervoor dat dat wordt geregeld. Maar dan inderdaad, dan ben je meer een ondernemer. Dan durf je ook meer risico te nemen. Het ja. is niet zo dat je um, ja, een pand aankoopt voor de verhuur alleen maar. Ja. Nee. ja, en als je zo'n fix en flip doet, zeg maar... ga je hem dan altijd flippen? Of kan het ook zijn dat je fix en rent doet, zeg maar? Kan ook, ja. kan ook. We hebben klanten die dat doen. Dus we hebben nu één klant die had iets aangekocht voor 2,40. Dat is gewoon een, een oud eentje, zeg maar... Uh, en die laat hij gewoon verbouwen voor uh, 60k, 60 tot 80k. En dan is het echt heel bijzonder, uh, ja, gewoon echt heel mooi. Maar de locatie, plus het uitzicht, plus de, de hele omgeving, dat zorgt er al voor dat hij waarschijnlijk dadelijk 4 ton waard gaat zijn. Dan heb je eigenlijk ook al een ton waardestijging gecreëerd. Dus dat zijn ook interessante... Uh, uh, momenteel vind ik dat interessant in Spanje, om zeg maar oudere woningen ook op te knappen. Naast nieuwbouw zijn dat wel twee interessante... Uh, ja. Ja, dingen die je kan kan doen. En uh, daarbij, kun je verbouwingen, renovaties, zo kan je daar ook nog financiering in doen. In Nederland heb je natuurlijk al die dingen met energielabels en dit dat, en dan kun je extra lenen. Is daar zijn daar opties in of? Nee, in Spanje kan je niet een bouwdepot krijgen, wat dan ook. Dus nee. ja, dan is het dus gewoon zaak dat je scherp inkoopt ja. en geld overhoudt voor dat. Ja. Hoe is dat doen met bouwen? Want altijd als ik een beetje kijk naar. Uh, toch de bouw in landen als Spanje, Griekenland, Italië. Ja. Dan denk ik altijd aan uh, van die gasten die de halve dag in de zon zitten te chillen. Ja. Uh, nou ja, alle opleverdata lopen uit, et cetera. Of uh, is dat een beetje te behappen daar? Ja, kijk. Ook hierin is weer goed voor onderzoek, een goed team hebben is zo belangrijk. Want ja, als jij met met iedereen aan de haal gaat en uh, hun hebben geen track record of ze hebben geen dingen kunnen laten zien dan kan het inderdaad zomaar zijn dat je veel later wilt. De kwaliteit is niet goed, enzovoort, enzovoort. Dus ik ben meestal, ik heb zelf bijvoorbeeld echt een architect en vier bouwteams naast elkaar gezet voor de project die we gaan doen. En uh, daar gaan we gewoon de beste, met de beste track record gaan we voor kiezen. En we zorgen er ook echt voor dat het in contact staat van, hé, hey, uh, op die datum willen we oplevering. Eigenlijk hetzelfde bij nieuwbouw. Stel dat je voor nieuwbouw is te laat klaar in Spanje, dan krijgen ze boetes per dag. Ja, nee, en dat yo. kan je ook met de renovatie gewoon in het contract zetten. Dat je gewoon zegt, luister, als het niet op tijd af is, dan uh, komen er ook kosten bij kijken. Ook voor ons natuurlijk. Want ja, ja. wij willen ook gewoon door en ons geld zit erin. De, uh, zijn er zijn een paar Nederlandse aannemers die die ook wel kunnen gebruiken, die boete. Ja, nee, <laughs> maar dat is wel hoe, hoe, hoe je. Ja, je moet daar wel, ik zou dat wel gewoon aanraden. Want ja, je wil natuurlijk niet dat het nog een half jaar langer duurt dan dat je had gepland. Ja. Nee. Hey voor mij klinkt dat ik ga er wel op aan het stukje bouwen of eigenlijk iets nemen dat weer opzetten en dan een bijzondere waardestijging die daarbij komt kijken. Ja. Um, kun je ons iets meer vertellen over dat project wat je nu aan het doen bent? Want ik vind het wel interessant. Van, ja. Hoe ziet dat eruit? Hoe kom je daar terecht? Ook dit is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Dus uh, ik ben daar 1 januari. Ik stel altijd doelen, waarschijnlijk jullie ook. 1 januari stelde ik het doel van: oké, okay, we hebben nu twee jaar tijd, hebben we een paar panden gekocht, uh, we hebben nu verhuurbedrijf. Alles begint lekker te staan in Spanje. Ik wil dit jaar wil ik nog een tak gaan opzetten: renovatieprojecten en projectontwikkeling. Dat waren twee takken die ik eigenlijk wil opzetten dit jaar. Is beide gelukt nu aan het einde van het jaar. Um, dus ik ging op zoek. Heel serieus, waar gewoon zeven maanden, zeven, acht maanden heeft het me gekost om de juiste woning te vinden. Twee keer is een deal niet doorgaan. Dus ik had al twee keer eerder een deal. Uh, bij de ene deal werd gewoon de, de verkoper de partij, zegt, ja, ik ga hem niet meer verkopen. Dus ik had eigenlijk een deal met hem, maar ik had nog geen reserveringscontact getekend. Hij zegt, nee, laat maar, ik ga hem niet meer verkopen. En de andere deal hadden we bijna het reserveringscontact getekend. Alleen toen kwamen we erachter dat er 15 familieleden in dat pand zaten, van twee ton was die. Dat is gewoon een oud pand, weet je wel, in Estepona Centrum. En um, er stonden 15 familieleden die, zeg maar, in dat pand, ja, dat stond op hun naam waarvan twee niet akkoord waren over de prijs. 207 hadden 2,07 aangekocht en uiteindelijk wilden die twee mensen 2,50. Ja, toen zei ik van, ja, dat snoept zoveel uiteindelijk al van mijn rendement af... dat ik het uh, niet, uh, niet ben gaan doen. Um, dan ben ik verder gaan zoeken, ik heb me niet gek laten maken... en um, toen kwam ik uiteindelijk uit bij het pand die we nu hebben gekocht. Dat is eigenlijk de beste van de drie, zeg maar. Dat zou je net zien, dat is ook de beste... Ja, die zit 50 meter van het strand. Uh, tegenover, dus het is echt een smal straatje in Estepona. Tegenover zit een van de beste restaurants in heel Old Town van Estepona. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon een ground floor. Dus een, 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 ja, gewoon één verdieping. Helemaal verkrekt. Dus ja, je, het is gewoon echt puur lelijk. Uh, die gaan we helemaal slopen. Dus die gaat helemaal plat. En die gaan we opbouwen met drie verdiepingen. Dus drie verdiepingen woongedeelte en bovenop een dakterras. En uh, nou, dat gaan we dus doen. Dus we gaan denk ik voor drie slaapkamers of vier slaapkamers even kijken wat nou precies past. Ik heb volgende week de laatste meeting erover. En uh, ja, dat is eigenlijk wat we gaan doen. En dat zal ongeveer nu nog, Q4 is het afgerond van volgend jaar. Dus het heeft nog wel een jaar de tijd nodig, maar dan heb je wel echt iets heel diks. Dus, ja. uh, en dan gaan we bepalen of verkopen of verhuren. Uh, het ligt een beetje aan hoe de markt is. Ga je er zelf ook nog even wonen? Of, uh, gewoon. Het, is, uh, het gaat wel iets diks worden, want er komt ook een plungepoel op het dak. Ja. Uh, ja, het is 50 meter van het strand. Je hebt gewoon echt, dus misschien dat ik wel een nachtje lekker ga verblijven daar. Ja. Uh, ja. Hoe vindt de omgeving het dat jij dan helemaal gaat renoveren in iets super hips? het wel Old Town is. Ja, kijk, het leuke vind ik van Spanjaarden, vooral als je een beetje Spaans kan. Ik ben best wel sociaal. Dus. Ik kom daar, ik ga naar het restaurant, ik ga daar gelijk eten. En ik ga met die obers ga kletsen. Dus die vinden dat helemaal geweldig. Maar ook mensen die ik zie op straat gewoon gedag zeggen. En dan merk je gewoon dat ze het allemaal niet erg vinden. Ze vinden het juist leuk dat je waarde biedt aan Estepona. Want ook hun woningen die ze hebben gekocht in het verleden, hebben ze misschien 10.000 of 20.000 euro voor betaald. Die zijn in één keer keer 10 gegaan. Uh, dus dat is gewoon super leuk voor, voor de hele stad natuurlijk. En ja, als staan mij vraagt, Marbella, maar en ook Estepona, zijn gewoon twee hele leuke steden waar iedereen super positief is en, uh, en gewoon uh, ja, gezellig is. Ja. Dus ze zien dat alleen maar als, als voordeel. Ga jij beginnen met ondernemen? Zorg dan dat je je boekhouding vanaf dag 1 goed bijhoudt. Want de eerste gedachte die veel startende ondernemers hebben bij boekhouding is dat het ingewikkeld is. Hè? Kan je dat wel zelf? Maar het alternatief, een boekhouder, daar ben je per maand al snel 100 tot 200 euro per maand aan kwijt. En dat is gewoon niet top als je begint. Daarnaast heb je ook geen idee of die boekhouder het wel goed doet, want je hebt geen kaas gegeten van boekhouding. En daarom raad ik beginnende ondernemers aan om zelf de boekhouding te doen, maar wel met de juiste hulp, zodat je geen onnodige fouten maakt. En die hulp vind je in de boekhoudsoftware van Rompslomp. Met Rompslomp kun je op een leuke manier je weg vinden in het ondernemen zonder dat je stress hebt over je boekhouding. zelfboekhouding boekhouding, dat scheelt je tijd, het scheelt je geld en het maakt je een betere ondernemer. En je hebt veel meer begrip op je bedrijf, dus je maakt ook betere keuzes. En kom je er dan echt niet uit, dan staat er altijd een supportteam voor je klaar om je verder te helpen. Benieuwd of romslomp wat voor jou is, klik daarvoor op de link in de beschrijving en probeer Romslomp vier maanden gratis uit. Hey, hoe is dat met dat bouwen qua regelgeving dit Want ik weet in Nederland, nou, als je een dakterras erbij wil, dan moet één stukje overhangen op straat. Nou, dan heb je weer 15 vergunningen nodig en uh, weet ik het wat. Ja. Is dat daar beter te doen? In Estepona wel. Dus wat ik net zei, die burgemeester is echt, uh, ja, die die wilt echt dat dat heel de stad meegroeit. en dat we gewoon is echt de ondernemer. Grappige is zijn vrouw is dus uh, bloemist en hij heeft heel de stad volop met bloemen. Dat <laughs> is dus, dus natuurlijk goede business ook ja. voor, voor de vrouw. Maar dat vind ik wel echt leuk, weet je wel. Hij is ja. echt mee aan het denken, ondernemend. Dus hij is heel makkelijk met licenties, tenminste makkelijk. Je moet natuurlijk wel gewoon aanvragen doen. Het gaat niet binnen een dag. Maar uh, meestal krijg je best wel snel krijg je vergunningen, vergunningen daarvoor. Ik dacht zelf dat we bij dit pand maar twee verdiepingen konden doen plus een dakterras. Maar uiteindelijk hebben we goed onderzoek gedaan, verder de diepte ingedoken, en nu kunnen we drie verdiepingen plus een dakterras. Dus ja, qua vergunningen en zo, natuurlijk, je moet wel het een en ander regelen. Daar heb je gewoon je mensen natuurlijk voor. Uh, maar het gaat best wel, uh, best wel soepel. Het duurt geen jaar of zo. Nee. Leuk, leuk ja. man. Ja, het is een leuk project, en uh, ja. ja, ik kan niet wachten om ook uh, het resultaat te laten zien. We gaan ook alles uh, vastleggen. Dus uh, ja, dat wordt echt super supergaaf, echt wow. supergaaf. Wow. Ja. Okay. Want dan uh, krijg je hè, de volgende stap. We gingen net eigenlijk weer een stapje terug om nog een paar vragen te stellen. Maar dan ja. kom je eigenlijk bij het, de objectselectie. Dan ben ik benieuwd daarin. Want jullie zeggen, hey, we hebben 50 tot 100 uh, objecten die gaan we selecteren. Um, daaruit komen er eigenlijk 1 tot 3 echt toppers uit die mensen helemaal geweldig vinden. Ik ben dan benieuwd, met die 50 tot 100 objecten, wat zijn nou echt de hotspots binnen de plekken die, waar jullie zoeken? Ja, dus wat we meestal doen is inderdaad, van die 500 50, doen we ook cijfers geven. Dus we geven echt, we hebben een hele sheet daarvoor gebouwd. Waarin je ook heel makkelijk kan zien. Oké, okay, deze woning die geven we qua locatie een 7, qua uitzicht een 10. Uh, qua faciliteiten een 4. Uh, loopafstand van alles een, een zesje. Dus we hebben allemaal onderwerpen die we dan een cijfer geven. En dan kan je heel snel zien welke goed zijn en welke niet goed zijn. Um, en welke als beste uit de test komen qua hotspots? Ja, dan heb je... Marbella is natuurlijk super interessant in die omgeving. Um, maar ook Migas, voor, voor minder geld in Migas heb je hele leuke dingen. Ik heb een klant die heeft daarvoor 2 ton wat gekocht. 2,20, kan je daar ook nog wel iets leuks kopen. Moet je niet verwachten dat je het luxe van het luxe hebt. Maar je hebt wel een leuk appartementje die je gewoon goed kan verhuren. En Estepona, Casares, Manila wordt ook steeds interessanter. Maar wat wel goed is om erbij te vermelden is... Je gaat uh, drie toppers inderdaad, maar je gaat wel die vijf tot en met tien ga je echt bezichtigen in Spanje. Hè? Dus in Spanje ga je ook nog die woningen bekijken. Schrijf je ook heel de hele dag mee, want ja, je gaat natuurlijk veel zien. En dan uh, aan het einde van de dag dan heb je drie woningen waarvan je denkt... Hey, dat zijn echt uh, leuke woningen waar ik, ik zelf zou willen komen. Maar ook wat goed is voor de verhuur, daar helpen we natuurlijk ook bij. Want wij ja, kennen de markt als geen ander daar. We lopen daar dagelijks in het veld. Uh, en dan ga je uiteindelijk je rendementsberekening maken. Tijdens die objectselectie geven wij ook, uh, wij voegen ook eigen woningen toe. Dus stel we hebben een off-market deal, is denk ik al een stuk of twintig keer gebeurd bij alle klanten, die voegen we toe. En meestal wordt dat ook zeg maar de woning die ze uiteindelijk aankopen. Het kan ook zomaar zo zijn dat er een nieuwbouwproject opnieuw gelanceerd wordt. Wij zijn de eerste die daar de stukken van hebben. Afgelopen keer in, uh, in mei was dat nog. Marine Hills, dat zeggen jullie waarschijnlijk niks, maar een mooi project. <laughs> klinkt tof. Ja, echt niet heel vet. ja. Had ik zelf, ja, is echt, uh, ik heb er zelf gekocht, Marine, maar natuurlijk ja. Marinier. Oh ja. Dus uh, en het zit op een mooie berg. Je hebt echt uitzicht over heel de, heel de kust. En in mei kreeg ik de stukken, uh, 4 mei uit mijn hoofd. En ik was een van de eerste die de stukken kreeg. Samen met ons team in Spanje. Uh, die stukken heb ik gelijk doorgezonden naar alle klanten. En degene die gewoon het geld hadden, die hebben ook gelijk, er uh, waren de zes stuks, die hebben gelijk een aankoop gedaan, plus ik zelf. Dus in één keer hadden we bij zo'n projectlancering, hadden we de beste deals voor alle klanten. Dus dat is ook het voordeel die klanten meestal hebben als ze met ons werken. En uh, ja, we hadden gelijk de zes beste woningen hadden we gekocht met elkaar. Oh vet. Dus dat zijn ook weer dingen die, uh, dat die, die, die kan ook gebeuren in de objectselectie. Er zijn gewoon heel veel, we zijn echt wel dagelijks ermee bezig. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk klanten, de beste dealer van de week, een klant zat, kwam eentje terug op de markt. Een woning uit het project, die werd twee jaar geleden werd die gelanceerd. Nu moeten mensen gaan betalen, weet je wel. En dan kan het zomaar zo zijn dat mensen niet kunnen betalen. Die, die doen die 6000 euro, betalen ze aan. Maar als ze op een gegeven moment die 20 of 30 procent moeten aanbetalen, uh, sommige mensen hebben dat geld ineen. In. Er kan van alles gebeuren. Dus uh, wij krijgen die woningen terug, op de, die komen terug op de markt, wij krijgen dat doorgestuurd. Ik bel met twee klanten, uh, eentje zat op het strand, eentje was in Nederland, eentje was op het strand in het buitenland. En allebei hadden ze gekocht. Dus ja, het is ook best wel uh, snel werk, zeg maar. En je moet wel elke dag ermee bezig zijn om uiteindelijk uh, ja, goede deals te maken daarin. Past jou wel goed of niet, René? Snel bellen, vastgoedpandjes schuiven, dit, dat. Ja, mensen zeggen ook <laughs> vaak, uh, zien ze mij en denken ze, ik ben een snelle jongen. Dus dat is wel grappig. Maar als ze dan echt met mij bellen of een, of een drankje doen in Spanje, een, een hapje gaan eten met mij. Dan zeggen ze altijd, jij ja, bent gewoon een goede pik, weet je wel. Ja. Dus dat is ook wel grappig, dat verschil wat ja. mensen qua voordeel altijd hebben. Je ja. bent ook niet echt een te maken. Jij bent best rustig, toch? Ik ben best wel rustig. Kijk, in ja, mijn video's kan ik best wel ja. Uh, uh, ja, gewoon aanwezig. Ja. Maar ik kan ook gewoon rustig zijn. Ja. Maar dat hoort ook in die video's dan. Hè, dan zeg je altijd, rammes. Doe het je moet weer gaan vandaag. Dan moet ja. je even iedereen motiveren. Ja, Peper in de reet daar. Klanten van, van uh, 50 jaar, of 60 jaar. Die hebben we ook gewoon, die zeggen ook gewoon: Kom, René, we gaan weer gas geven. <laughs> oh, René, rammer, we gaan weer naar de gym toe samen. En dan gaan we samen naar de gym. Zij zijn in ja, dat... Spanje weken. Ja, dat zijn allemaal ja. leuke dingen. Ja. Oh Het is wel bijzonder, hè? Want natuurlijk, mensen die daar iets aanschaffen, gaan natuurlijk ook verhuren. Ja. Alleen, ja, je, je doet al een heel groot netwerk op. Plus, je kent trouwens superveel eigenaren van, ja, van vastgoedeigenaren daar. Ja, het is bijzonder wat wij doen. Echt serieus. Waar. Van de week hadden we een vastgoed-Spanje-evenement in Spanje. Er komen gewoon letterlijk 100 klanten van vorig jaar en een beetje van dit jaar. Komen naar het evenement toe. Boeken speciaal een ticket om daarbij aanwezig te zijn. Wij financieren gewoon ook alles voor het evenement. Dat hoort er gewoon bij. Um, en dan zie je gewoon 100 klanten daar staan. Ja, dan ben je gewoon super trots en iedereen is super blij, iedereen is lekker aan het verhuren, ze genieten zelf van hun woning op dat moment dan maar ze verhuren ook lekker. Ja, dat is gewoon bijzonder, weet je. Ik vind dat het mooiste wat er is, dat is ook de reden waarom wij Ultimate Mastermind zijn begonnen. We willen echt mensen bij elkaar brengen om samen naar de top te gaan en ja, dat creëer je wel gewoon met, met wat we nu doen, ja. dus dat is wel echt uh, heel tof. Hey, een vraag die me ook al, we springen echt alle kanten op tijdens ja, de stappen die we doorgaan, we maar dat, dat, dat maakt niet uit. We houden de structuur, vinden we steeds wel weer terug. Ik heb hier precies staan. We zijn bij het stuk bezichtigingen. Dus we gaan straks door naar onderhandelen. Juist. Iets waar ik tussendoor even benieuwd naar ben is het stukje: hoe groot is de grootste makelaarspartij in die omgeving? Pff, ja, kijk, het verschil. Wij zitten in een niche tot en met een miljoen. Dus qua waarde. Dus wij kopen met klanten tot en met een miljoen. We hebben pas de eerste klant die voor een miljoen heeft aangekocht. Um, en daar doen we gewoon heel veel deals in, zeg ja. maar. Maar er zijn ook partijen die doen deals van 10 plus miljoen. Je hebt villa's daar van 40 miljoen. Dan hoef je twee deals te doen, dan hebben ze meer dan jullie in de afgelopen Precies, anderhalf jaar. Precies, maar hoe ja. vaak doe je die? Eén keer, en dat zijn echt grote partijen. Dus ik ken eentje... Tenminste, ik weet wie ze zijn, maar dat zijn alleen maar villa's van minimaal 3, 4 miljoen. Die doen 400 miljoen per jaar. Oh, oh. Ja, ja, dus dat is wel echt next level. Vorig ja, jaar is ons ja. doel om naar de 100 miljoen te, te gaan in één jaar tijd. Dit jaar eindigen we op denk 60. Dus uh, ja, in totaal hebben we dan 70, 75. Vorig jaar was het bijna 20. Dus hebben we denk ik een mooi, mooi jaar weer gedraaid. Uh, maar vanaf. Eigenlijk de komende maanden al, maar vanaf volgend jaar ook gaan we ook boven de miljoen. Want daar liggen ook nog heel veel kansen. Je hebt villa's die ook van die lelijke eentjes zijn, maar dit is wel voor de grotere jongens. Die kan je ook renoveren en dan zijn ze gewoon één keer dubbele waard. Dus bijvoorbeeld, mm. je koopt een villa op een goede locatie voor 2 miljoen. Die ga je helemaal renoveren of voor jezelf, of voor de VU of voor de flip. Uh, en, je, en je renoveert het helemaal en die is gelijk 4 miljoen waard. Ja, dat ja, dat zijn natuurlijk ook interessante uh, units. Dus daar gaan we ook naartoe. Ja, groot geld, dat is wel echt zo, dat hele ding. Toch, geld maakt geld. En ja. ja, ditzelfde verhaal uh, hoorden we in Dubai ook. Iemand, voor Hoeveel had hij nou gekocht? Vier villa's voor elke uh, 2 miljoen of zo? Ja, 2,5. En, en die gingen er naar de deur uit voor tien per stuk of zo. En twee jaar later. Ja, ja dat zijn dat gewoon. Als ja. je eenmaal geld hebt, kijk, dat merk ik ook als ondernemer. Dan, dan kan je gewoon één keer gaan schalen met alles. En dat ja. wordt het makkelijker. Hey, maar is dat niet inmiddels dan ook gewoon niet echt wel een serieuze fucking business geworden? Want 50 miljoen, uh, ja, ja dan verkoop volgend jaar 100 miljoen. Ja, ja het is, het is uh, ik denk in samenloop van, want ja, wat we doen, doen we al natuurlijk vier jaar. Dus we hebben eigenlijk vier jaar lang al kunnen we optimaliseren en verbeteren. Jullie zitten ook al zo lang in het spel. En... We verkopen jaar, geen 100 miljoen per jaar, nee. Nee, <laughs> we okay, lopen maar, achter. Ja, maar zo anders <laughs> natuurlijk. Kijk, ik ja, zeg is. al 50 miljoen, maar het is niet ja, zo klap. dat je 50 miljoen dan verdient ook. Maar goed, um, kijk, je optimaliseert elke keer weer. Dus ja, het is echt een bizarre business nu. Wat ik net zei, we hebben nu ook een verhuurbedrijf bedrijf erachter, we hebben een Interieurbedrijf erachter. Um, dus we kunnen eigenlijk in alles kunnen we de mensen nu helpen. Dus het is echt een heel treintje waar ze inkomen. Dus er komt wel heel veel bij kijken. En daarom we zitten nu volgens mij op, met alle bedrijven op 25 man. Dus dat is wel ook een groei die je meemaakt als persoon zijnde. Uh, maar wel hartstikke mooi. Want je bent continu bij aan het verbeteren. En aan het kijken wat kan er nog beter. In de processen, in de systemen op de, op de achtergrond. Dat zien mensen vaak niet. Ik weet ook dat jullie een heel systeem op de achtergrond hebben. Uh, en dat is wel uiteindelijk het belangrijkste van een bedrijf. Want dan kan je ook schalen op die manier. Ja, ja. En het ik hoor tussen de zinnen door ook dat je echt, denk ik, ook wel zoekt naar goede partners waarmee je dat doet. Het is niet dat jij zelf een keukenboer opzet en dan zegt, nou, we kunnen keukens nu ook doen. Nee, nee, nee. Nee, dus uh, bijvoorbeeld met het bedrijf uh, werk ik met Nieuws, mijn compagnon daarin. Die uh, heeft in Nederland al vastgoed gedaan en die doet nu het bedrijf in Spanje. Dat is ook een marinier, we hebben die connectie al. Dat is heel anders. In, met het interieurbedrijf doen we echt met meubelzaken, transportbedrijven doen we echt zaken. Dus je moet wel ook de juiste mensen daarin vinden. Want dat is gewoon super belangrijk. Ja, wel vet om dat op een gegeven moment helemaal uit te bouwen, man. Het ja. begint met gewoon, ja, gewoon bezichtigen en dan hè, verkopen. Ja, man. Beginnt het nu gewoon echt een imperium te worden. Ja, dat is wel echt heel tof van, van waar we nu in zitten. En eigenlijk is het allemaal zo organisch gegroeid. Uh, en vinden we het gewoon leuk wat we doen. En ja. Je kan gewoon steeds een stapje verder gaan. Kijk, wat ik zeg, dadelijk willen we een project uh, gaan doen. Daar zijn we nu al mee bezig. We hebben de eerste stuk al binnen. 78 appartementen. En die willen we exclusief aanbieden aan alle klanten. Ja, en dan is het helemaal game over. Want dan uh, wil iedereen natuurlijk ook uh, een pandje daar kopen. Onder de marktwaarde kunnen ze die kopen. Ja, dan pak je ook alweer rendementen. Ja. Is het dan alleen voor jullie of is het gewoon... Krijg je dan een exclusiviteit samen met nog vijf andere mensen die dan... Nee, dus wat ik heb gedaan is... Uh, we gaan natuurlijk alle kanten op, maar dit is ja. wel een leuk verhaal. Ik ben op zoek gegaan naar mensen die projectontwikkeling kunnen doen. Die al minimaal 20, 30 jaar ook in het gebied zitten. Nou, uiteindelijk heb ik mensen ontmoet daar. Heel toevallig gewoon op een avondje dat we lekker gingen eten. We zitten bij de bar en we, we praten ineens over vastgoed, weet je wel. Heel toevallig ook. En um, dus ik ben naar kantoor gegaan van hun... Daar gepraat, ik heb gezegd, nou, ik heb een, uh, een hele grote doelgroep in Nederland die graag rendement vastgoed willen kopen in, uh, in Spanje. Um, mijn doel is om dit jaar daar iets voor op te zetten, zodat we ook ja, uh, begin volgend jaar daarmee kunnen beginnen. En 2027 hebben we dan de opleving, echt eigen nieuwbouwproject. Dat was gewoon het doel. Hij zei, nou, laten we daarvoor zitten. Nou, we zijn daarvoor gezeten, heel gameplan uh, voor gemaakt. En nu hebben we de gesprekken voor financieringen. Ja, daar praat je gewoon over miljoenen. Wat we nodig hebben. Uh, dus de laatste puntjes moeten we nu op de i zetten. En dan hebben we waarschijnlijk een akkoord. En dan kunnen we de eerste uh, project gaan laten, uh, laten bouwen. En wat we dan doen. Is alle klanten krijgen als eerst toegang. Nou stel je voor de stappen 50 klanten in. Dus dan hebben we gelijk meer dan de helft is al uh, afgenomen. En dan gaan we misschien ook nog op de markt zetten. Gewoon over het algemeen. Dus dan kan iedereen uh, daar naartoe komen. Maar ik heb het gevoel. Dat ik met mijn socials wel uh, die 78 uh, in één keer voor elkaar kan krijgen. Maar dat gaan we zien. Dat ja, maakt ja. niet zoveel uit. Wat is uh, was de verwachting qua uh, eigen vermogen... wat er voor nodig is om daar aan te schaffen? Ja, we willen voor... Kijk, de markt is wel gegroeid. Dus, en het is nieuwbouw. Het is echt een heel mooi complex. Dus is dus ook met goede materialen enzovoort. Enzo, we willen starten ongeveer vanaf 350. Misschien 330 de eerste, 340, 350. Uh, en dan de, de, luk, echt de duurste met drie, vier slaapkamers. Die gaat ongeveer naar de vijf, vijf en een half ton. Dus ja, tussen de, laten we zeggen, drie en zes ton daartussen zal het zijn. Ja. Mooi man. Ja. Nog een prima startbedrag. Zeker, zeker. En vooral als je nieuwbouw hebt, mooi betalingsplan gaan we eraan plakken, zodat we ook echt meedenken met de investeerders. Mm -hmm. uh, en dit is de eerste uh, die we gaan doen. Maar ja, uh, we willen natuurlijk gewoon tientallen, misschien wel honderden gaan doen uiteindelijk. Het is limit. Is en dit dan uh, een plan wat, wat uh, voor mensen die nu ook uh, luisteren of kijken, wat in... Q1 dan wat meer uh, gepubliceerd wordt? Ja, Q1. Eigenlijk publiceer ik dan een klein beetje, heel veel klanten die weten het ook al. Ja. Maar Q1 2025 willen we echt uh, de doorslag gaan geven en dan twee jaar bouwen. Het ja. is. Dus dan... Uh, ja, wel ziek hoor. Ja, gek. Hè? Echt. Uh, ja, dat is een... Kijk, en dat past ook het beste bij me denk ik. Uh, waar we nu in zitten met ook weer zo'n projectontwikkeling erbij, dat is gewoon mega. Daar kan ik echt van genieten. Ja. Aan het einde idee. van de dag lekker rood wijntje drinken en dan is dat helemaal goed. Ja, daar hebben we het niet eens over gehad. Maar het leven in Spanje, ik ben natuurlijk geëmigreerd, is gewoon super. Weet je wat ik zeg? In Nederland werken we allemaal hard. En op een gegeven moment uh, rond 5, 6 uur, dan. dan uh, eigenlijk werk je in Nederland heel de dag door. Maar in Spanje pak ik gewoon van vijf tot zes of van vijf tot zeven. Ik even lekker zwemmen. Uh, even mijn koepje licht maken. Een stukje wandelen op de boulevard. Zonnetje, bloot kastje. En dan wandel je zo, uh, ja, zeg maar, de avond in. En in Nederland ja, had ik dat minder. En daar heb ik wel echt meer uh, ja, een toekomstgerichte uh, visio. Dus dat is wel leuk. Wat is de temperatuur daar in uh, januari, februari, maart, het gebied waar jij zit? Januari, ja, januari zal het ongeveer tussen de 15 en 20 zijn. Februari zal het meer richting de 20. En maart begint het dan 20, 25 te worden. Oh, ja, ja, ja. Dus dat is perfect. December, Zomer. januari zijn het koudst. Ja, ja. Uh, ik hoop dit jaar te kunnen barbecueën met, uh, met, uh, met, ja, met kerst. Dus ja. Uh, ja, we laten ook familie overkomen, dus dat is wel leuk. Lachen man, ja. klinkt goed. Hé, hey, we waren gebleven bij de stappen. Je hebt de bezichtigingen gedaan. Ja. Dan komt natuurlijk het stukje onderhandelen en deal deals sluiten. Ja. Ja, dus wat je doet is tijdens het bezichtigen... moet je goed kijken hoe is de, de verkopende partij. Meestal is er gewoon een verkopende makelaar bij... en dan kijk je gewoon... zijn die verkopers gemotiveerd om te verkopen. Wat ik had meegemaakt bij mijn eerste aankoop in Spanje, dat nou, penthouse, ik kocht die voor 190, maar de vraag bij was 230. Dus ik heb 40.000 euro onderhandeld met de verkoper, de partij, en dat komt omdat ze gingen scheiden. Dat had ik gewoon gehoord, ze gingen scheiden. Ik dacht, oké, okay, daar valt wel wat meer uit te halen. Dus dat is belangrijk, goed opletten. Wat is het allemaal in het appartement? Uh, hoe graag willen de verkopers verkopen? En valt daar misschien iets uit te halen? Nou, op het moment dat je al die woningen hebt bezichtig, dan ga je natuurlijk het onderhandelingsproces in. En dan heb je drie woningen waarvan je denkt van, hé, hey, die die, dat zijn woningen die ik graag zou willen. Maar je moet er één kiezen, want je kan niet alle drie tegelijk. Je moet er één kiezen allereerst en dan heb je altijd nog twee opties. Nou, je kiest voor optie 1 in dit geval. Um, en daar vragen ze 3,50 voor. Is een beetje op gevoel. Kijk, wij zitten daar dagen, Dus we weten exact. Oké, okay, start hem op 310, 320. En dan kom je misschien op 330, 335 kom je uit. Maar ja, ik heb ook vaak klanten gehad die zeiden gewoon wel een deal gemaakt, bijvoorbeeld. En zeiden: zo, Ik had nooit verwacht dat er zo vanaf ging. Ik had hem gewoon voor de vraagprijs willen kopen. Dus daarom is het ook belangrijk om echt met lokale mensen daar samen te werken. Uh, maar dan ga je gewoon een, een bot uitbrengen. En als eenmaal dat bod is geaccepteerd, dan heb je de deal te pakken. Uh, en dan betaal je de reservering. Dus dan ga je reserveringscontact opmaken. Dan staat daar de prijs en alles in. Voor, voor, voor hoeveel je het hebt gekocht, wat er allemaal bij. Misschien koop je het met meubels, misschien zonder meubels. Met garage, met storage. Dat soort dingen is echt wel belangrijk om mee te nemen. In de huidige staat moet je hem echt hebben. Uh, en dan heb je uh, de woning gereserveerd voor jou. Koop je meestal gewoon van uh, inderdaad Spaanse lokale mensen? Nou, nah, verschilt. Kijk. Uh, met wat oudere woningen wel, uh, maar met wat nieuwere woningen niet. Kijk, heel de wereld komt in die regio. Hè. Kijk, het is niet zo dat, dat daar alleen maar Nederlanders komen. Dat denken we vaak wel, maar heel de wereld komt daar. Dus Zweden, Noorwegen, uh, Amerika, um, ja, noem alle landen maar op. Iedereen heeft daar wel. Het is best wel breed wereldwijd. Dus uh, ja, het kan van iedereen kan het zijn. Ja. Nakker hmm. man. En is het ook zo uh, dat je ook met. Zeg, je hebt alleen maar keis liggen. Ja. Je ook met keisgeld kan betalen. Ja, dat is een vraag die ik ook vaak krijg. Maar dat, ja? ja, dat, dat is ik lastig. Is dat niet voor mezelf? Hoor. Dat zegt nee, wat ja, over ik... de kopende partij, denk ik. Kijk, vroeger in Spanje kon je heel makkelijk dingen onder de tafel en dat was allemaal. Uh, dat zijn nog een beetje de verhalen die je vaak hoort. maar stond Marbella een beetje onbekend, toch? Voor ja, Stouwer. ook dat is, Iedereen heeft altijd inderdaad een voorje over Marbella, maar dat is op bepaalde specifieke plekken. Waar inderdaad dat soort dingen gebeuren. Denk aan een Portobanoes. Dat is zeg maar een beetje de, het plekje waar dat soort dingen nog gebeuren. Voor de rest in heel Spanje zijn ze super streng. Polities, super streng. Ze worden steeds strenger. Dus dat gaat gewoon allemaal niet meer. Ik ben daar een voorstander van, want ja, het verpest ook een beetje natuurlijk. Uh, de, de hele regio in die zin. Ja, reputatie ook, ook. ja, ook als er wat gebeurt en zo, dat is niet, dat is niet fijn. Geen liquidaties in Mobelja het liefst. Uh, nee man, dus dat, dus dat moet ook steeds minder gaan worden. Dat uh, wordt heel erg uitgelicht natuurlijk. De mooie dingen laten ze vaak niet zien en de slechte dingen wel. Maar goed, ik vind uh, ja, dat ze het goed doen dat dat steeds minder wordt. Maar cashgeld kan dus niet. Het enige wat je wel nog steeds kan doen is natuurlijk gewoon cash je meubels kopen. Um, weet ik voor wat? Gewoon een, een schilder betalen van, met cash, dat kan gewoon wel, natuurlijk. Ja. 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 Mooi. Ik uh, weet dus als ze als ooit vastgoed gaan kopen, daar je uh, niet naar Portemonius. Kan, ja, kan, ja, kan, kan wel. Kijk, je kan Ja, je kan wel gewoon rendement gehele. daar behalen. Alleen. Ja, er gebeurt natuurlijk al soms wel iets. Ja, het is niet mijn locatie. Laten we het daarop houden. Want er zijn ja, is veel mooiere echt, plekken. Uh, ja, precies. Ja, is dat echt een beetje uh, dat daar dan veel drugscriminelen zitten en zo. Dat, dat... Ja, je hebt ook gewoon heel veel leuke toeristen daar. Dus wat dat betreft, uh, ja, is het niet alleen maar. Maar daar, als het gebeurt, dan is het wel een beetje in die regio. Ja, 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 ja. Maar goed. Daar moet het ook niet te lang over hebben. Dat is niet, ik weet het ook niet. Hè, want ik hoor vaak inbraken, schietpartijen, dat soort dingen. Ik heb het nooit gezien. Nee. Dus ja, maar dat is toch hetzelfde. Ik zit er al uh, drie jaar. Als mensen het hebben over een nieuwe gein, waar ik zelf nu woon. Ja, Daarom. daar wordt ook wapens gevonden. Tachy komt er uit de buurt. Ja, Daarom. het is niet alsof daar mensen met de Kalashnikov uit het raam hangen. Of zo. Precies. Dat is wat redelijk mee. Precies. Ja, precies. Ik heb hetzelfde. Ja, ja. toch? Ja, op eilen, denken mensen ook dat dat levensgevaarlijk is. Dan gebeurt er gesluiten. Dan komen we op een punt waar je zelf ook uh, een obstakel in het verleden over hebt ervaren. En dat is dus dat reserveringscontract. Ja. Wat je dan moet gaan tekenen. En dat is een soort van gewoon overeenkomst. Bij de partijen tekenen dat. Om gewoon te zeggen. Deal gaat door. Ja. Maar we moeten nog wel alles. Zeg maar, ja. Laten lopen. Dus dat is meer een stukje commitment die je afgeeft. Van oké. Okay, wij zijn akkoord over de deal. We gaan, uh, willen de woning kopen. We betalen 6000 euro aan. Om de woning van de markt af te halen. Dus dat betekent ook niet. Als jij maar mij verkoopt. Dat je nog met iemand anders. De woning kan gaan bezichten. Hij is gewoon voor mij in dat geval. Maar ik moet nog wel alle zaken op orde krijgen. Want ik moet weten, zitten de schulden op de woning? Kan ik de financiering rondkrijgen op dit pand? Um, allemaal belangrijke documenten. Niet nummer moet je aanvragen. Dat zijn allemaal belangrijke stappen die je moet voltooien in het aankoopproces. Mm -hmm. Voordat je echt op een gegeven moment de 10% kan betalen. Dat is eigenlijk de uh, voorlopige koopovereenkomst, noemen ze dat. Dan betaal je 10% aan. En daarna betaal je bij de overdracht. Dus echt als je de, als je de echte koopovereenkomst overeenkomst steekt. en krijg je krijgt de sleutels. betaal je nog een keer 20% en 70% financiering. of 90% als je hem cash koopt. Ja, precies. En um, je zegt van. je betaalt natuurlijk die 6000 hè. voor die reservering. Ja. Dat is altijd gewoon 6000 ongeacht de prijs van het object. Nou, het kan in uh, bijzondere gevallen boven de miljoen. kan het. en bij nieuwbouw kan het ook soms anders zijn. Kan het een 10.000 of een 20.000 zijn? Dat verschilt een beetje per, per woning. Ja, ja. oké. Okay. En als je er nou daarna achter komt dat er bijvoorbeeld nog bepaalde belastingsschulden... Want je hebt een beetje van die dingen toch op zo'n woning staat. Ja, dus dat zoekt de advocaat allemaal uit. Die gaat gewoon echt tot in de puntjes. gaat die alles doornemen. Dat is ook belangrijk om echt een goede advocaat te hebben. En stel ze komen erachter dat. Er inderdaad schulden op zitten of weet ik veel wat. Dan krijg je gewoon je geld terug. Okay. Dus dan ben je niet je geld kwijt. Nee, nee. Ja. Okay, cool. Stel jij trekt de stekker eruit. Dan is het een ander verhaal. Ja, dus, dus als je je moet... financiering niet rondkrijgt, of wat dan ook. Bijvoorbeeld. Dus daarom is dat die voorbereiding is extreem belangrijk. Echt ja. extreem belangrijk. Krijg je dan wel je 6000 euro terug? Nee, nee, die, dan, uh, nee die, moest... die ben je kwijt. Ja. 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 Dat is in Nederland toch? Hoe heet het? In Nederland heb je ook zoiets, toch? Dat als je een woning koopt, dan ga je een bepaalde commitment aan. Ja ja dan, Want dan hoef je niet per se zelf een aanbetaling te doen, maar als je dan niet doorgaat met de verkoop, moet je ook een bepaald percentage precies. betalen, precies. toch? Precies, als je inderdaad al verder in het proces zit. Ja. Klopt. Als je voorbouwt van financiering, dan ja, heb juist. je wel nog bepaalde uh, dingen die... Uh, maar als je daarna, dan betaal je inderdaad wel een soort boete. Ja, ja precies. Maar wat wel belangrijk is bij um, die reservering, is bijvoorbeeld bij nieuwbouw, moet je ook goed kijken of er een bankgarantie op zit. Dus... Bij bestaande bouw heb je dat niet, maar als je een nieuwbouwproject koopt in Spanje, dan moet je echt aan de ontwikkelaar vragen voor een bankgarantie. Want dat betekent dat je uiteindelijk, stel je betaalt, die 20 of 30 procent betaal je aan om de woning uh, voor jou zeg maar, te, te maken, dat je die niet kwijt bent, stel je voor de ontwikkelaar gaat failliet of ze bouwen niet goed of weet ik voor wat. Dus dat is een bankgarantie, Die is extreem belangrijk ook. Ja. Ja, ja. En je noemde het niet-nummer? Ja. Dat is, wat is dat dan? Die nummer is een soort documentennummer. Dus het zijn identificatienummers. Hetzelfde als in Nederland, een uh, ja, documentennummer wat je hier ook hebt. Dat krijg je ook in Spanje. Spanje is ook het enigste land, als ik het goed heb, in heel Europa. Die, waar je een financiering kan krijgen als buitenlander. Dus dat is ook natuurlijk heel bijzonder. Dus uh, je moet wel aan bepaalde dingen voldoen. En als je, als je uh, fiscaal resident bent, dan krijg je ook geen 70, maar dan krijg je 80 of 90. Dan zijn ze wel soepeler. Als buitenlander in Spanje, uh, als je Nederland bijvoorbeeld bent, krijg je 70%. Dubai is 50% sowieso. Dus daar zijn ook nog wel verschillende dingen in. Dus het is wel echt belangrijk om per persoon, is het weer een bijzonder plaatje, ja, een bijzondere case die je uiteindelijk goed moet uh, uitzoeken. Um, maar wat ik zei, wat zei nou? Of over het nummer Over het nummer ja. In het identificatienummer, dat, daarmee kan je gewoon een woning op je naam krijgen. Of een auto, of... Uh, een bestelling plaatsen bij de Media Mart of dat soort dingen. Grappig, ja. een soort van belastingnummer, KVK-nummer in Nederland... Ja, maar dan in Spanje. Ja, het is Spanien. gewoon een documentnummer, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. En uh, je moet ook een eigen bankrekening openen in Spanje of zo? Ja, dus in principe in dat hele aankoopproces... als je die, die reservering hebt gedaan... dan wordt alles in gang gezet door de advocaat. Nou, hij doet je niet nummer aanvragen... hij doet uh, alle documenten doornemen dat er geen schulden op zitten... Hij controleert of alles oké okay is qua verhuur, of geen ver, um, dat, dat je mag verhuren in dat complex. Dat zijn allemaal dingen die hij door gaat nemen. Of de VVE geen schuld heeft, community noemen ze dat in Spanje. Um, en vervolgens gaat de hypotheekadviseur. Die gaat voor jou een bankrekening open, inclusief de financiering. En dus ja. daar krijg je gewoon één pakketje ook van. Een bankrekeningnummer, de financiering die erop komt te staan. En uh, daar kan je dan nog geld, geld op zetten. Oké, okay. best wel chill. Ja, het wordt gewoon volledig ontzorgd. Dus daar, uh, ja, je, je vliegt eigenlijk, hoe wij het hebben ingericht, is klanten die doen de hele voorbereiding met ons. Dan plannen we een datum in naar Spanje bijvoorbeeld. Ze vandaag beginnen, over 30 of 40 dagen komen ze naar Spanje. Daarvoor doen we heel ons vooronderzoek. Komen ze in Spanje, bezichten ze twee dagen. Uh, doen we naar de advocaat, doen we alles regelen daar. Kunnen ze terug naar Nederland? Alles wordt uit handen genomen. En binnen zes tot acht weken hebben ze de sleutels. Ja. Kort samengevat. Daar komen we dan aan. Teken- en sleuteloverdracht. Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen wel een belangrijk moment is. Ja, zeker. Dan wordt het officieel. <coughs> Zijn er nog speciale dingen waar je rekening mee moet houden? Of is dat gewoon zo simpel als je bent daar, je ondertekent het, en je krijgt de sleutels? Nou, wat wij dus doen is, we uh, regelen een volmacht voor... Dan leg ik een beetje heel ons uh, businessmodel uit natuurlijk. Dus misschien gaan mensen het eigenlijk ook toepassen, maar <laughs> maakt niet uit. Daar doen ze dus zorgen dat de klant een volmacht afgeeft bij de advocaat zodat wij kunnen tekenen voor hen. Mm. Als klanten het een speciaal moment vinden en ze willen zelf komen tekenen, mag dat. Alleen houd er rekening mee. Het duurt meestal 24 tot 48 uur. Totdat je water en alles hebt. Dus uh, stel je tekent vandaag en je wil gelijk het appartement in of de woning in. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je geen uh, water en licht hebt. Dus wat wij meestal doen is we zeggen oké. Okay, nu al helemaal, nu hebben we het nog beter ingericht. Laat ons gewoon dat helemaal regelen voor je. Je hoeft niet te komen. Kost je ook geen tickets, geen verblijf, helemaal niks. Laat ons het allemaal regelen. Het is toch niet bijzonder. Uh, tenzij de, of de, de woning al ingericht is met meubels. Dan kunnen ze twee dagen later komen als ze dat willen. Maar als ze dat niet willen en de, de woning is al niet ingericht. Dan gaan we eerst de woning compleet voor ze inrichten. Daar doen we ook alles bij helpen. We ook een bedrijf voor opgericht. En dan. Um, Komen ze bijvoorbeeld na vier weken en dan is het helemaal ingericht. Hebben ze de foto's al gedaan en dan kunnen ze gelijk erin. Ja, ja. Dus dat is ook nog een, een proces die we nu uh, hebben ingezet. Tussendoor na de aankoop doen we ook al een, een verhuurkal. Dus dan maken we echt een strategie voor het verhuren van de, van de woning. Maar volgens mij komen we daar zo meteen nog uh, op terug. Uh, dus dat is eigenlijk het verhaal met, uh, met tekenen en de sleutels ontvangen. Ja. Nice. Het belangrijkste moment, maar uh, ook vrij simpel. Dus. Ja, het is niet heel spannend. Kijk, uiteindelijk is alles al goed onderzocht. Um, je weet al dat de woning van jou is. Je hebt ook al een gedeelte betaald, 10%. En uh, ja, je kan gewoon de sleutels ontvangen. Bij nieuwbouw is het weer heel anders. Ja. Bijvoorbeeld, pas werd er een nieuwbouw van mij opgeleverd. En um, dan doe je eerst zelf een inspectie. Of uh, je doet het zelf, of makelaar of iemand anders, of wij doen het voor je. Dan gaan wij naar de woning toe. Ga je kijken, hebben ze alles mooi afgewerkt? Klopt alles? Zijn er nog dingetjes die je wilt dat ze moeten verbeteren? Nou, dan maak je een lijst. Ik ben pas voor klanten, heb ik dat gedaan. En dan stuur je door naar de ontwikkelaar. Dat is een soort inspectiemoment. Mm -hmm. En dan een paar weken later krijg je echt de oplevering van de sleutels. Ja. Merk je dat bij uh, de mensen die jij helpt, dat zij dan... Het pand gelijk gaan verhuren of dat ze zelf ook nog even gaan bezichtigen en ervan gaan genieten? Ja, nee, ze uh, verschilt. Sommige klanten die komen gelijk en die, uh, die willen even zelf lekker genieten, snap ik. Sommigen gaan het ook helemaal zelf inrichten, kan natuurlijk ook. Maar je hebt ook sommige ondernemers of mensen die druk zijn, die zeggen gewoon, ja, ik heb daar geen tijd voor, ik kom wel over een paar maanden een keertje langs. Uh, zorg dat het verhuurd wordt, zorg dat het ingericht is. Um, en dan, uh, dan kom ik later wel een keertje. Uh, dus ja, je hebt verschillende klanten daarin. Ja. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon niet meer zo spannend. Of bijzonder, laat ik het zo zeggen. Ik zou het het is ook nog best wel bijzonder. Het is vinden. super bijzonder moment. 100%. Alleen voor de een is het weer anders dan de ander. Kijk, ik heb ook klanten die hebben al 50 plus panden in Nederland. Ja, die ja, boeit het niet. Nee, die zeggen, ik kom wel een keertje, weet je wel. Die doen het gewoon puur om, om rendement te maken. Je hebt heel ja. veel klanten die kopen over de telefoon. Ja, dat is ook allemaal anders, weet je wel. Ja, ja. Hey, daarna zie ik ook de stap staan verzekeren en verhuurlicenties. Welke verzekeringen moet je hebben en welke dingen moet je nog rekening mee houden met die verhuurlicentie? Ja, uh, eigenlijk die verhuurlicentie om daarmee te beginnen, die, dat zorg, daar zorgt de advocaat al voor. Tegelijkertijd met het n nummer en eigenlijk alles wat hij regelt. Dus zodra de overdag is geweest... Hebt hij ook gelijk de VU-licentie voor je? Want dat heeft hij allemaal al voorgewerkt. Zit dat dan vast op het huis? Is dat een bepaalde periode? Of hoe ja, dat is echt dat? voor jezelf. Dus hij is echt voor jou. Um, en hij is gewoon voor onbeperkte tijd. Uh, en die is gewoon op jouw naam. Dus als de vorige eigenaar een VU-licentie had... die houdt hij gewoon voor zichzelf. Als hij misschien een nieuwe woning gaat kopen. Mm. Uh, en jij krijgt gewoon een eigen op jouw eigen naam. Okay. Hiervoor is het wel toch een ding van VU-licentie. Dat in Spanje... Uh, wordt Er nu wel steeds meer een onderscheid gemaakt tussen short-stay en long-stay. Ja, dus, maar kijk, dat wordt ook heel erg uitvergroot op, uh, in het nieuws en zo. Um, dat is alleen in de steden. Dus denk aan Barcelona, Valencia, volgens mij ook in de Costa Blanca, maar dat durf ik niet te zeggen. Um, maar in Malaga ook, daar zijn ze nu ook mee bezig. Maar zoals de, de, de Costa del Sol is heel erg breed, daar gebeurt het niet. Wel is het zo dat ze het gaan professionaliseren. Dus dat is iets heel anders. Dat betekent, iedereen moet de airco hebben. Anders mag je niet verhuren. Je mag geen tien mensen in een woning stoppen als je maar twee slaapkamers hebt. De VVE moet geen last van je hebben, de community. Dus het kan zomaar zo zijn, stel je voor, het is één grote puinzooi in de community... dat de VVE tegen gaat stemmen, verhuur. Maar goed, dat gebeurt heel weinig momenteel. Maar dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste dingen die ze nu aan het veranderen zijn. En wat ik een goede zaak vind, want ja... En airco en dat soort dingen. Dat je niet te veel mensen in je appartement moet laten. Dat is gewoon logisch natuurlijk. Ja. Die regels hebben ze daar allemaal nog niet. Nee, in Nederland hebben... wel. Zeg maar. In Nederland heb je daar allemaal... Amsterdam duurde dat denk ik twee jaar kort uh, dat Airbnb er was. En toen zei ze, don, maar even lekker op. Klopt. Wat ja, dat toen? is heel anders. Bro, Amsterdam stond op zijn kop. Iedereen kocht panden. Iedereen in een short stay. Uh, ja. De moeder. En op een gegeven moment had de hele stad daar fucking veel last van. Toen hebben ze gezegd, nou kijk maar even. Nu mag het max Klopt, x aantal ja. dagen op een pand. Je mag inderdaad niet, uh, niet uh, verhuren kort voor mijn aantal dagen. Ja, heel weinig dagen ja. voor mij zoiets. Ja. Dus in Spanje, uh, licenties, daar maak ik me geen zorgen om. Ze zijn het aan professionaliseren. In de grote steden mag het niet, uh, steeds minder. Maar waar wij zitten in de kust, daar leven ze van toerisme. Mm -hmm. uh, en als dat stopt, ja, dan, dan is daar geen business meer. Yeah. In ieder geval weinig. En qua verzekeringen, zijn daar nog gekke dingen? Nee, eigenlijk gewoon hetzelfde als wat je in Nederland hebt. Dus daar uh, hebben we ook gewoon partijen voor. En daar kan je gewoon een verzekering afsluiten. Dan kost voor mij 30, 40 euro per maand, ben je overal voor verzekerd. En dan, uh, um, yeah, that's it. ja, dat ja. zit. Ja, top. En zegt net zoals in Nederland. Ik heb geen flauw idee, zeg maar. Ja, denk aan een inboedeverzekering. Uh, kijk, alles wat buiten is, is natuurlijk gewoon voor de community. Dus daar betaal je al je community fee voor. Eén keer in de vijf jaar wordt de heel, de commun of heel het gebouw wordt geschilderd. Uh, ze zorgen dat uh, het zwembad netjes is, dat de tuinen netjes zijn. Daar betaal je je community fee voor. Maar je verzekering van inboeden en zo moet je natuurlijk wel zelf doen. Ja, precies. Ja. Oh, logisch op zich. En ook ja. wel fijn dat er wordt geschilderd en dat soort dingen. Jazeker, nee, dat is alleen maar goed natuurlijk. Pas is uh, waar ik dan mijn eerste woning heb gekocht. Het complex heet Sunset Golf. Uh, daar hebben ze echt heel de buitenkant weer opnieuw geschilderd. Ja. En uh, het ziet er weer netjes uit. Dus dat is wel uh, dat is top. Ja. Lekker. En dan uh, nog wat gaswaterlicht. Dat zal ook niet super spannend zijn. Ik ga overzetten. Eigenlijk. Dus wat ik net zei met de advocaat is een beetje een samenvang van. Dat hoort een beetje bij elkaar in één pakket. Dat wordt tegelijkertijd geregeld als je de woning uh, de sleutels krijgt van de woning. Dan komen we eigenlijk aan bij de laatste fase met uh, nog een paar stapjes erbij. Ja. En dat is het verhuren. Ja, inderdaad. Als je uh, wilt verhuren, we hebben we ook ja, heel weinig klanten, maar die willen het alleen voor hunzelf, maar meestal gaan ook verhuren. Uh, dan kom je aan bij het verhuren. En toen wij begonnen in met uh, mensen helpen, toen brachten we iedereen bij een uh, verhuurbedrijf aan. Maar goed, op een gegeven moment dacht ik ook van, ja, als wij zo meteen richting de 100 klanten per, per jaar gaan, of 200 klanten per jaar, ja, ik ga niet iedereen zomaar doorsturen. Dat, ik wil daar zelf gewoon iets tofs voor bouwen. Ik wil dat de mensen eigenlijk die, het vertrouwen die ze ons geven... wil ik ook belonen door ook ja, bij ons iets te kunnen uitbesteden. Dus wat we hebben gedaan, samen met mijn compagnon Nieuws, natuurlijk... en we een verhuurbedrijf opgericht, Ultimate Rentals. En daarmee helpen we, eigenlijk doen we gewoon vastgoedbeheer voor alle klanten... om alles voor hun uh, uit handen te nemen. Uh, bij de meeste bedrijven hebben we ook een voordeel eraan gehangen... voor de mensen die met ons samenwerken... Bij de meeste verhuurbedrijven betaal je 20 of 25 procent aan commissie. En bij ons betaal je 15 procent. Dus we zitten er net onder. En dat doen we puur omdat ja, de klanten hebben het vertrouwen aan ons gegeven. We willen dat graag belonen. Dus voor 15 procent. Stel je hebt dan je sleutels ontvangen. Eigenlijk doen we dat al daarvoor. Dus stel vandaag wordt een aankoop gedaan. Dan duurde het nog 6 tot 8 weken voordat je de sleutels krijgt. Dan gaan ze een call doen met het verhuurbedrijf ergens in die periode. Dus meestal na twee weken al. Dus hebben we nog genoeg tijd om alles voor te bereiden. Mm -hmm. nou, wat bespreken we allemaal in die call? Is je woning gereed voor de verhuur? Dus uh, moeten er nog meubels in? Of heb je meubels overgenomen? Moet er geschilderd worden? Wil je nog verbouwen? Allemaal dat soort dingen. Zodat wij weten wat de situatie is van de woning. Op dat moment uh, kan Nieuws in dit geval, die dat gesprek doet met de klanten... kan bepalen wat de vervolgstappen zijn. Dus of hij kan alvast... Uh, Advertenties inrichten voor de verre, denk aan boeken.com, Airbnb, ons eigen platform. Uh, we hebben nu ook uh, VRBO, is ook een software waar je woning op kan zetten. Dus dan kan hij alvast alles voorbereiden. Stel, we moeten nog um, de woning inrichten of verbouwen. Kijk, dan is het een ander verhaal. Dan kunnen we die advertenties nog niet inrichten, maar dan kunnen we wel het hele proces uh, voorbereiden van meubels bestellen. Uh, um, bouw, bouwlui, zeg maar, die, die gaan verbouwen. Die kunnen we dan inlichten van hé, hey, op deze datum krijgen we de sleutels. Dan moeten verbouwd worden. Deze datum willen we de meubels. Dus we bereiden gewoon alles voor, zodat op het moment dat we de sleutels krijgen, gelijk door kunnen pakken. Ja, nee. ja en hoe dat werkt, is eigenlijk heel simpel. Het verhuur is uh, als de woning helemaal klaar is. Dus hij is helemaal netjes. Hij is helemaal ingericht. Dan doen we een fotoshoot. Dus dan gaan we een professionele fotoshoot plus een video. Uh, een video wordt er ook van gemaakt. Dan uh, gaan we de, de woning live zetten op alle kanalen die ik net uh, benoem. Uh, dan gaan we samen met de klant zitten naar de, naar de nachtprijzen. We geven meestal aan, we hebben nu een softwareprogramma die past zichzelf ook aan. Dus dat is een beetje AI-technologie zit daarin. Stel, we merken van oké, okay, er is uh, een, een WK in Malaga wat ook eraan zit te komen in 2030. Dan gaat hij waarschijnlijk iets hoger zitten of met kerst gaat hij iets hoger zitten... Uh, is, is er heel weinig te doen in de omgeving? Dan gaat die iets lager zitten. Dus die past zichzelf ook een beetje aan op de markt. En ja, dan staat eigenlijk de advertentie live. En wat we nu zien, in ieder geval ja, de afgelopen we draaien, nu, maandje of 10, 11 uh, met het verhuurbedrijf, is dat de eerste paar dagen echt volle bak zijn. Hmm. Uh, sommige klanten die in 48 euro minimaal 10.000 tot 15.000 euro aan huur binnenhalen so. aan boekingen. Uh, omdat we natuurlijk ook gelijk nieuw zijn en dan word je op die platformen gelijk omhoog. omhoog uh, ja. Ja. Of wat we ook vaak zien gebeuren is dat we hebben nu zeg maar ultimate rentals krijgen we heel veel aanvragen binnen, maar we kunnen ook niet alles aan en wat we dan zeggen is zet jezelf op de mailinglijst, dan uh, sturen we gelijk een mailtje zodra we een nieuwe woning hebben, wat bijna elke maand wel een paar keer gebeurt en dan krijgen we vanuit de vaste klanten soorten die we op de mailinglijst hebben krijgen we ook weer boekingen. Nou, en wat doen we nou voor de klanten daarin? Is alles. Dus uh, communicatie met de gasten, schoonmaak, um, inspecties één keer per kwartaal hoe de woning eraan toestaat. Dus, dus liggen alle vorken en messen er nog? We doen natuurlijk elke keer een inspectie naar elke uh, gast die is geweest. Maar dat gaat over de grote dingen. Staat de tv er nog? Is er niks kapot? Dat soort dingen. Echte kleine dingen, inspecties zoals vorken, messen, borden, dat soort dingen doen we één keer per kwartaal. Dus als ik voortaan huur, kan ik gewoon het hele bestek uh, La meenemen. En de kans dat ik daarmee gepakt word, is klein. Uh, nou ja, als je heel de bestek... maar hun, maar niet bij iedereen. Oh, okay. Als je heel de bestek la meeneemt, dan is het natuurlijk Anne van, Maar het kan best wel zijn dat er een keer een, een vorkje mist. De schoonmaakers en ons team kijken wel elke keer. Maar ze gaan niet alles tellen, snap je? Nee. Dus, um, uh, dus dat doen we uit handen nemen. We zorgen ervoor dat, uh, dat zeg maar, eerdere gasten, dat ze ook uh, in de toekomst nog bij ons kunnen boeken. Dus op de mailinglijst komen te staan. Um, alles eigenlijk. Ja. Advertentielijst zetten. Zorgen gewoon dat, dat de klant volle bak gaat verhuren. En de best presterende klant nu zit dit jaar op 35.000 euro. Dus, uh, Aan uh, inkomsten. Qua... Aan inkomsten, ja. Is dat dan één pand? Dat is één pand, ja. ja. Dat is flink. Netjes. Hoe moet ik dat zien in hoogseizoen, laagseizoen en de huurinkomsten die ik kan genereren? Ja, um, verschil natuurlijk per woning. Kijk, als ik even gewoon mijn penthouse pak, dat is het makkelijkste denk ik. Daar heb ik gewoon echt de cijfers, die ken ik uit mijn hoofd. Vroeg ik toen ik net live ging, 2022, vroeg ik per nacht in het hoogseizoen 130. In het middenseizoen 100 en in het laagseizoen 80. Nu, in twee jaar tijd, vaag ik 220 in het hoogseizoen. Dat is ook alweer bijna met 100 euro gestegen. Zo. Dus ook oh, die huurstijl stijgt elk jaar weer mee. Plus ik heb het iets netter gemaakt, iets beter ingericht. Even een upgrade geven. Uh, in het middenseizoen vaag ik 170. En in het laatste seizoen vaag ik 130, 140. Daar nou, schommelt het een beetje nu tussen. Dus je ziet al eigenlijk dat je een flinke groei daarin maakt. Ja. Maar ik heb één slaapkamer penthouse. Supermooi ding. Alleen heb je een twee slaapkamer of een drie slaapkamer. Ja, dan gaan die prijzen natuurlijk al veel hoger zitten. Dus we hebben nu een klant die zit voor 400 euro per nacht in het hoogseizoen. In het middenseizoen op 300 en in het laagseizoen tussen de 2 en 250. Ja, dat tikt wel lekker aan natuurlijk. Ja, en hoe moet ik dat zien met, uh, want dat is natuurlijk eigenlijk een beetje de omzet boven de lijn uh, zeg dat je, ik weet niet, bijvoorbeeld met jouw penthouse tussen de 20 en 30k per jaar omzet ja. daarmee. Ja. Hoeveel blijft daar uiteindelijk voor jezelf over? Want uiteindelijk zeg je ik ben een cashflow belegger, hè? dus je wilt Klopt. kunnen leven van het geld dat eruit ja. komt. Hoe ziet die eruit? Ja, dus dat ligt natuurlijk aan uh, heb je hypotheek. En dat zijn natuurlijk ook kosten die, die je hebt. Uh, dus dat allereerst. Dus hoe meer hypotheek je hebt, hoe hoger de kosten zijn. En je moet gewoon goed gaan kijken, oké, okay, wat zijn de communitykosten? Voor bij mijn penthouse zijn ze uh, nu 120 euro per maand. Dat is niet heel veel. Je hebt in sommige gevallen ook 205 tot 300 euro per maand. Uh, water 30, verzekering dan 30-40, uh, elektra 100. Uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Internet 25 euro per maand, overige kosten doe ik elke maand 100 euro. Dus als je mijn penthouse draait per jaar nu tussen de 25 en 30 inderdaad, daar hou ik ongeveer de helft van over. En nou ja. de hypotheek last er vanaf. Ja, okay. okay. Dus dan heb je ook nog een keer je hypotheek die automatisch wordt afbetaald door de... Huur, dus die bij jou huren. Ja, dus je hebt een stukje vermogenstoename... omdat je die hypotheek afbouwt. Ja. Dan heb je een stukje vermogenstoename... door de toename van de waarde van het object zelf. Ja. En je hebt een stukje eigenlijk rendement op basis van de cashflow die eruit komt. Precies. En mijn netto rendement... dat is misschien ook wel interessant, uh, is netto ongeveer 10% per jaar op het pent als ik nu heb. Ja. Nice. Alle kosten er vanaf. Ja. Dus dat zijn uh, mooie dingen. Oh, vet, man. Ja. Oh, vet. En dan. Wil je natuurlijk bouwen naar. Je zei ongeveer tien vastgoedpanden. Ja, ja. Ja, kijk, wat ik zeg, nu, het verschuift ook. Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd: zou je nu in vastgoed Spanje zitten. en daar helemaal los gaan. dan had ik gezegd: ja, zou ik wel tof vinden, maar ik weet het niet, weet je wel. Uh, nu is het inderdaad het doel om naar die tien panden toe te uh, schalen. Maar we zijn ook bezig met projectontwikkeling, renovatieprojecten. Dus ja. misschien uh, zit, ik, zit ik wel over twee jaar op, op veel meer panden. Dat weet je niet. Mm -hmm. Dus ik denk dat het ook exponentieel groeit. Het groeit gewoon elk jaar nog harder. En uh, die groei moet je gewoon vasthouden. Heb je een bepaald datum eraan vastzitten uh, met die tien vastgoedpanden? Ja, gewoon 1 januari 2027 moet dat uh, voor elkaar zijn, ja. ja. En dan, ja, uh, ja, eigenlijk ben ik nu al zeg maar klaar. Maar dan uh, zit je er gewoon heel comfortabel bij. Mm -hmm. En uh, ja, kan je gewoon uh, doen. Nu doe ik ook wat ik leuk vind. Uh, maar dan heb je een, ja, nog meer vrijheid in die zin. Dan kan hij ook een keer over kinderen nadenken of iets anders. dan Nou, dat is uh, inderdaad wel. Dat staat wel op. Uh, ik, wel, ik heb altijd gezegd, als ik aan kinderen begin, dan wil ik het gewoon goed voor elkaar hebben. Ja. Nou, stel, elk pand die doet uh, 30.000 euro per huurinkomsten gemiddeld. Je hebt panden, is dus 3 ton. Haal daar misschien de helft van af. Dan heb je gewoon elke maand minimaal 10.000 euro per maand waar je van kan leven. Nou, dan kan je echt wel jezelf en een gezinnetje van uh, onderhouden. Zeker. Als dat niet uh, kan, dan uh, moeten we echt een ander plan gaan. Maar doen. goed, we gaan uiteraard wel gewoon voor meer natuurlijk. Maar dat is wel, dat kan ik daar kan ik makkelijk van fundament. leven. Fundament. Ja. Dat is echt gewoon als je dat goed hebt. Goed fundament. Ja. Kan je voor de rest van je leven kan je gewoon echt goed leven. Ja. Plus vergeet niet alles wat je al hebt opgebouwd, dat zal ook weer gaan toenemen. Dus automatisch groeit het natuurlijk. Ja. Heel tof man. Ja, want dat zijn mooie dingen. Dus uh, ja, en het beheren. Um, dat is eigenlijk wat we voor de klant volledig uit de handen nemen. Ja. Zijn dat alle stappen dan? denk het ja, wel. Ja, man? man. Ja, kijk, Je wel. hebt natuurlijk nog... Uh, Ultimate Rentals is dan het verhuurbedrijf. Ultimate Interiors is dan de, het inrichten ervan. Um, hebben we eigenlijk alle stappen wel gehad voor het, uh, voor het aankopen en verhuren van, uh, van jouw woning in Spanje. Mooi, man. Ja. René, wil je bedanken. Ja, hartstikke bedankt, mannen ik zou zeggen, heel veel succes. Succes met UM de Game. Zeker. We gaan zeker spelen, man. Voor de mensen die de training uh, ja, gaan volgen, succes daarmee. Ja. Link in de beschrijving. Link in de beschrijving. Toppie. Gewoon lekker op klikken en uh, gas erop. Hè. En we zien elkaar straks, man. Mooi om te zien, man. Ik ben benieuwd wat er over 12 tot 24 maanden staat. Gaan jullie allemaal zien. Dankjewel. Misschien volgende in Spanje. Ja, dat ja, is een goed idee. Leuk, ik heb in ieder geval de temperaturen nu gehoord, dus ik ben daar. Ja. Helemaal goed, man. Top, man. Dankjewel. Tot de volgende. Adios. Ciao.